op visite in Hilversum bij Jan. Jan van Veen. Mr. Candlelight. Geen kaarsen aan hier, Jan. Nee. Nee, het mag niet van de brandverzekering. Ik ga eens elke middag controleren. Altijd rond deze tijd, dus nog maar even wachten. Oké. Wij schelen 30 jaar. Spreek, is dat zo? Ja, spreken we elkaar met u of met u aan? Wat jij wil. Ja, nee, joh. Je dus gewoon. Je, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Radiomakers, stel je voor. Ja, radiomakers onderling, tijdloos. Ja. Hoe oud was jij toen je bij de radio begon? 19. En hoe? 1 week nog 19. Hoe gebeurde dat? Oh, dat gaat een heel verhaaltje aan vooraf, hè. Hoe ben je ooit bij die radio terechtgekomen? Ik moest in... Nee, ik begin bij het begin. Ja. Ik wilde graag sportjournalist worden. Dat leek me een leuk, gezellig vak. Bij mij op school in Voorburg zat de dochter van de hoofdredacteur sport van het Binnenhof. Een Haagse krant, die volgens mij niet meer bestaat. Dat was een neef van de gebroeders Lutz. Je had de beroemde toneelfamilie Lutz, zeg jij dat nog wat? Nee. Lutz, 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 Pieter Lutz. En nou, die neef was hoofdredacteur sport. Zijn dochter zat bij mij op school, Annemarie. Ik zeg, kan jij vragen aan jouw vader of ik een keer mag langskomen? Uiteindelijk ben ik naar de binnenstad in Den Haag gegaan. Heb een afspraak daar gehad. Werd keurig ontvangen. Jongen, ik geloof dat ik net 18 was of zo, of 17. En toen zei de man na afloop van het gesprek, ja Jan, ik vind het allemaal hartstikke leuk, maar als jij 2 jaar opleiding hebt gehad bij ons om stukjes te mogen schrijven, en dat begint met een plaatselijk brandje en een klein auto-ongeluk op de hoek van de straat, en het moet leren, dan roepen ze, toen bestond de militaire dienst nog, dan moet je een militaire dienst, zijn we je 1,5, 2 jaar kwijt. En dat is nog maar de vraag of we je daarna nog zouden willen hebben en of jij nog geïnteresseerd bent. Ga eerst maar militaire dienst. En mocht je dan nog willen, je weet waar we zitten, kom je terug. Ja, daar moeten we een beetje speed achter zetten. Dus al wandelend terug naar de tram om weer terug naar Voorburg te gaan, had ik uitgevonden dat het ministerie van Defensie had kantoor Blijenburg 1 in Den Haag. Daar liep ik langs. Dus ik heb mij gemeld in de hal en gevraagd of het ook mogelijk was dat je vervroegd in militaire dienst kon gaan. En dat kon. Dus een formuliertje invullen. Slim. Formuliertje ingevuld. Dat moet ergens geweest zijn in eind van een jaar. Ik denk eind 62. En ik kreeg 2 maanden later een oproep dat ik mij moest melden in de Willem III kazerne in Amersfoort op 3 april 1963. Nou, dus vervroegd, want ik was daar nog lang niet aan toe qua leeftijd. Ben ik naartoe gegaan, ik zie me nog aankomen op het station Amersfoort. Er stond zo'n soort V-auto met van die banken achterin. Daar werden al die mannen die dan aan groep verzameld werden, die mochten op de bankjes gaan plaatsnemen en werden getransporteerd naar die Willem III kazerne op de Hoge Weg in Amersfoort. Het staat nu een nieuwe woonwijk. Daar had ik het geluk bij het ongeluk dat ik de eerste dag van zo'n klimrek, zo'n stormbaan, naar beneden lazerde en op mijn arm viel. En ik had wel begrepen dat als je wat overkwam lichamelijk, moest je dat 10 keer erger maken dan dat het was. Want ze durfden in militaire dienst nooit het risico te nemen dat je echt letsel, want daar waren zij aanspraken. Ja. Dus ik werd onmiddellijk naar de overkant, daar was het gewestelijk militair hospitaal, staat er nog. En daar werd een fotootje gemaakt en gevoeld en hup, en ik moest maar blijven. Ik denk, dik voor elkaar, want daar hadden ze geen strooien matrassen, maar daar hadden ze echte matrassen. Okay. En lakens, en daar sliep je ook heerlijk. En ik kreeg er gewoon een pak, ik kreeg een blauw, al die mannen die daar in zo'n hospitaal waren, die hadden dezelfde kledij. Je had een blauw pak, dat wil zeggen jasje broek, wit overhemd, rode stropdas, witte sokken en zwarte instapschoenen, zoiets. Nou, dat voelde natuurlijk hartstikke aangenaam. Ik denk, hier moet ik het heel lang proberen vol te houden. En dat is gelukt. Ik ben 1 keer even terug geweest naar de kazerne. Want ja, toen was ik volgens hun wel genezen. Maar ik bleef roepen dat het erop. Je deed hem wel pijn hoor, als ik het aanraakte. Dus ik kreeg een administratieve baan in de echte kazerne. Aan de overkant. We waren huzaren, de huzaren van Boreel. We hadden ook geen kaptein, we hadden een ritmeester. En ik kreeg de taak tot het uitschrijven van de vrij vervoerbiljetten.
Dat was natuurlijk een geweldige baan. Want iedereen wilde voor niks naar huis met de trein. Tot aan de grootste baas aan toe. En ik had de sleutel van de kast waar al die gele bonnetjes in lagen. Dan moest je een naam invullen. Nou, dat heb ik heel kort gedaan. En toen had de baas van dat hospitaal aan de overkant... Want daar was ik, die had mij gevraagd in die paar dagen dat ik er was... of ik plaatjes wilde draaien. Dat was een radiokamer, noem maar eens, gewoon hockey. Met één pick-up, een trio-track. En dat was het. En dan had je zo'n distributieradio. Zeg jij dat dan wat van vroeger had je? Radio 1, radio 2. Ja. Meer was er niet. En weet ik veel, nog wat zenders. En dan hadden ze ook de huisradiolijn. Nou, als ik nou een plaatje opzette, dan hadden die zalen... Die konden de plaatjes horen die ik dan moest draaien. Waarom die man het aan mij heb gevraagd, weet ik niet. Want ik had in mijn leven nog nooit iets met een plaat te maken gehad. Het was een soort ziekenomroep. Ziekenomroep, ja. Ja. Maar dat was natuurlijk een heerlijke job, hè. Dat was natuurlijk veel leuker. Want dan sprak ik af en toe die man aan de overkant nog wel. Nou, die moest om 5:30 het bed uit. En ik werd om 8:00 wakker. Dat was heel aangenaam. Dus die had gevraagd, die baas, want die speelde een beetje later mijn hulpje. Luitenant Jansen. Komt uit Haarlem, de man, administratief. Ook dienstplichtig, maar verantwoordelijk voor dat hospitaal daar. En die had op de een of andere manier gevraagd of ik niet terug kon komen. Of ze mij niet terug konden plaatsen. Nou ja, dat kon wel. Maar toen werd ik in plaats van huzaar van Boreel, werd ik overgeplaatst naar de geneeskundige troepen. En toen was ik klaar. Daar ben ik dus heerlijk weer naartoe gegaan. Straat oversteken en helemaal fijn. En toen las ik in de krant dat Joost de Draaier, disjockey bij Veronica, zat in militaire dienst. Ik dacht, hé, interessant, ik ook. Als ik nou die gozer kan vinden, dan moeten we eens kijken of we een keer, als we een microfoontje kunnen krijgen, dat hij ook een beetje kan ouwehoeren. Dus ik via, ik vond Verkoten, voor mij toen Joost de Draaier. Willem Verkoten. Willem, en die zat in de Palmkazerne in Bussum. Dat is de plek waar nu Utopia vandaan komt. Oh. Daar stond vroeger een kazerne. En daar was Willem assistent van de dokter van de kazerne. Dus dan belde ik die dokter na de eerste keer. Toen kwam die. Moest hij even de kat uit de boom kijken. En daarna hadden we een stilzwijgende afspraak. Dat ik 1-2 keer in de week die dokter belde. En met een of ander verhaal het voor elkaar kreeg. Dat hij weer weg kon van die kazerne daar. Nou, zo is dat contact gebleven. Die hospitaalradiodienst die is uitgebreid met nog een pick-upje erbij. Met een mengpaneeltje via de welzijnszorg. Dat zat in Den Haag en dan moest je dan een verzoek en dan kreeg je apparatuur. Dus zo heb ik allerlei mensen uitgenodigd om daar te laten komen zonder me te realiseren. Wat dat je leven lang voor gevolgen zou krijgen. Want daar was je bezig met het metselen van het fundamentje. Wie nodigde er nog meer uit, behalve Willem? Nou, Herman Stok heb ik laten komen. Die deed toen het programma Tijd voor Teenagers en Top of Flop. Toen hebben we ook een televisieprogramma gemaakt vanuit het hospitaal en je had het sanatorium of zo. Lichtenvoer, dat was aan de andere kant van Amersfoort. En daar hebben we toen een Top of Flop. En daar hadden we allerlei juryleden ook uitgenodigd. Plaatjes draaien, dat deed Stok. Tineke de Nooi laten komen, Anneke Greunlo laten komen, Siska Peters laten komen. Nou, dat was natuurlijk allemaal wat. Toen hebben we ook nog een programma gemaakt met de kerst in die periode voor militairen die met de kerstdagen niet naar huis mochten. Dus toen gingen we reportage groeten uit met de autootje van Renault Gordini, heette zo'n ding, zo'n klein week, heel leuk autootje, met een bandrecordertje. En dan gingen we naar papa en mama van de gozer die niet naar huis mocht. Hallo, hier is je moeder. Ik hoop dat je het fijn hebt met die kerstdagen. We zullen... Weet je wat, dat soort grappen. Ja, vonden die mannen allemaal fantastisch. Toen. We hebben het over 1963. Ja, je had nog geen internet. Nee, maar... of WhatsApp. Ja. Nee. Dus, voor die activiteit hebben we nog een onderscheid. Het rode koord van verdiensten, moet je nagaan. We deden eigenlijk de leukste baan. Ja. Niks in militaire dienst, ook dat nog. En op een gegeven ogenblik kwam Verkoten elke week zo ongeveer. De ene keer 5 minuten en dan ging hij als een speer naar de Zeedijk 27A om zijn Veronica-programma's op te nemen. Of met zijn toenmalige vriendin en latere vrouw
naar het strand in Katwijk te gaan. Want die dacht, dat is aangenamer dan in die kazerne daar. Ja. Toen was er een mededeling intern dat de militairen die zich overbodig voelden, een verzoek aan de minister konden schrijven om voortijdig te worden ontslagen uit de dienstplicht. Nou, dat wilden we allemaal wel. Dus onafhankelijk van elkaar hebben zowel Willem als ik een brief geschreven aan de minister van dat wij toch wel graag gebruik wilden maken van de regeling om eerder weg te mogen. En verdomd, zonder dat het afgesproken was, zijn we beide op 28 mei, dezelfde datum, toeval, 64, mochten we naar huis, klaar, spullen inleveren en wegwezen. Toen was jij? Toen was ik 19 nog en toen had ik dat achter de rug. Ja. Ik zou 3 maanden later 20 worden. 64. Maar ja, dan ben je een beetje besmet met het virus wat radio heet. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja. Maar je, het was het begin. Er bestond helemaal niks. We hadden 2 disjockeys in Nederland. De ene heette Jos Brink. En die presenteerde een programma bij de AVRO tussen 10 plus en 20 min. En op zaterdag had je Herman Stok met Tijd voor Teenagers. That's it. En dat was het. Ja. En toen kwam Veronica een beetje. Maar dat had allemaal natuurlijk nog niks te betekenen. Wat werd er de rest van de tijd uitgezonden bij die landelijke zenders dan? Ja, van alles. Platenpalet, Jan Koopman. Klassiek. Bij klassiek. Ja. Alles door elkaar. Oh ja, precies. Er was geen doelgroep radio. Het was, we doen maar wat. Ja. En daar waren natuurlijk, ja, wie bepaalde dat? De mannen die nog Karel Prior, die vonden dat je netjes de N moest uitspreken als je dat soort nieuwslezerachtige. Dus dat trok jou niet? Nee, weinig. Maar ik wilde wel terug naar die radio. Ja. Want ik werd teruggestuurd naar Voorburg. En ik dacht, ja, wat gaan we nou doen? Dus ik verkoot te bellen, want die ging weer terug naar zijn baantje en die werd programmaleider. Daarvoor was het Tony Vos, de toenmalige man van Tineke de Nooi, de vader van Tuffy Vos, de nieuw Marjolein eigenlijk. Ja. Ze heet geen Tuffy, ze heet Marjolein. En toen werd verkozen naar programmaleider. Dus ja, ik denk, dat is mijn kans, bellen elke dag. 5 keer op een dag, tot hij er helemaal achterlijk gestoord van werd. Had hij er eerst geen trek in? Om nee, hij had ook geen plek. En dan denk ik, wat moet ik met die gozer, daar word ik toch helemaal gestoord van. En zo bijzonder was het natuurlijk allemaal niet, van ons allemaal niet. Nee. Want er wist niemand wat we aan het doen, maar we deden maar wat. Nee. Maar we hadden ook geen voorbeelden. Ja, Radio Luxemburg op zondagmiddag met Guus Jansen, die toen een, hoe heet dat programma? En later Peter Koelewijn, die heeft dat ook nog gedaan. Ja. Dus Van Kooten, die zo langzamerhand matte klap werd van dat gebel van mij, kreeg de mededeling van Tineke dat ze zwanger was. En dat ze gebruik wilde maken van een paar maanden rust. Toen dacht Van Kooten, nou, misschien kan ik die gozer, die elke, houdt in elk geval dat gebel voorlopig geven. Dus die riep tegen mij, van, nou, dan moet je morgen komen en dan gaan we wel wat opnemen. Doe je maar een stemtest. Dus ik met de trein van Voorburg, Utrecht, Hilversum, lopend via de Levenstraat naar de Zeedijk. En daar zat bij toeval, als techneut, Ruud Westbroek. Met wie ik nu nog elke week opneem. En die ik later weer ben tegengekomen, want Ruud heeft natuurlijk vanaf eind 80er jaren bij het begin van Sky Radio, ook als terneut bij Rob de Boer Studio. En dus dat was toeval. Ik deed daar mijn stemtest. Dat was waarschijnlijk helemaal ruk. Maar Van Kooten dacht, ja, wat motte wat. Hij zegt, 1 september kan je beginnen. Oké. Toen ben ik 24 augustus gegaan. Stond ik voor de deur. Zei, nee, ik heb toch gezegd 1 september. Ik zei, ja, maar ik hoef niet betaald te worden. Ik kom alvast. Dan kan ik een beetje warm draaien. Nou, zo, allemaal aparte dingen. Laat me het verhaal maar niet te gek maken. Ja, nou ja, mijn eerste baantje was dan campagne. Die deed de jukebox in de 60e jaren onder de naam Fred van Amstel. En Fred van Amstel had een sportauto, volgens mij een Simca of zo, een cabrio. Met een kenteken van Mallorca.
hoe dat in elkaar heeft, weet ik niet precies meer. Maar hij moest gekeurd worden om toegelaten te worden met Nederlands kenteken. Dat was mijn eerste baan. Ik denk, dat is een leuke job hier. Ja. Dus mijn eerste baan, ik reed bij autosleutels. Daar stond die auto op de parkeerplaats bij het oude Veronica-pand. En dan moest ik daar in Amersfoort, toevallig ook bij Amersfoort, moest ik me daar melden en dan werd die auto gekeurd. Dus dat was een fantastische baan natuurlijk om zo te beginnen. Dus dat is allemaal gebeurd. Die eerste week ben ik doorgekomen en ik ben begonnen met een programma op zondagmiddag. En dat heette uit Veronica's Gouden Discotheek, geloof ik. Een half uurtje op zondagmiddag. Nou, dat was wat. Jij mocht ouwe hoeren, jij mocht lullen op de radio. Zelfde muziek kiezen? Nee, ben jij gek. Wie deed dat dan? Productie Hans Kruisen. Hans Kruisen heet eigenlijk Hans Dirksen en was getrouwd met Anoushka. Zeg je dat nog wat? Nee. Anoushka deed later de jukebox. Heeft ze heel lang gedaan. Judith de Leeuw heet ze eigenlijk. En ik zie er af en toe nog wel eens bij de door Bouwman en Jules Gelijk georganiseerde bijeenkomsten van de oude mannenclub in het Veronica gebouw hier in Hilversum. Op het Lapersveld. Ja. Ja. En die man, die Hans Kruijs, die produceerde twee programma's op het oude Veronica. Iets met jazz, een programma en die Veronica's Gouden Discotheek. Dus ik kreeg een lijstje, Buma-lijstje, heel belangrijk. En dat mocht je dan aan elkaar kleppen. Ja. Dus dat was mijn allereerste programma. Toen ging Tieneke uiteindelijk half september, geloof ik, met zwangerschapsverlof. En toen ging je koffietijd doen. Want dat was haar programma. Was het iedere dag of in het weekend? Nee, was volgens mij elke dag. Door de week. Ja. Behalve op zaterdag niet. Op zondag was dat een ander programma. Dat heette Uit de Koers. Joost en Tieneke. Die presenteerden het samen. Dus vanaf dat moment deden Verkoten en ik dat samen. Ja. Ja, dat was natuurlijk. Maar ja. Het was het begin voor ons allemaal. Dus ja. Of het nou goed of slecht, of wat je maakte allemaal geen boer uit. We maakten er een puinhoop van. Wij hadden ook geen programmering. We haalden uit de discotheek, uit al die doosjes, van 1 tot en met 20 en 21 tot en met 40 en 41, hup, tot en met. Er zaten overal 20 singeltjes in. En dan dacht je, ga ik draaien? Ik ga draaien. Oh, die Procol Harum, dat vind ik wel een leuke plaat. Waar de Shade of Pale? Dus ging je in die kartotheek bij de P. De PR, P-Hub, Procol Harum. Oh, en dan stond dan Why the Shade of Pale, 712. Nou, dan moest je zijn in doosje 701, 720. En als dan de dames dat allemaal keurig weer van de discotheek terug op een plekje waar het behoorde hadden gedaan. Dan had jij je plaat. Nou, zo verzamel je ongeveer 100 singles voor een uurtje waar je er 15, 16, 17 kon gebruiken. Maar dat maakte niet uit, we wisten nooit wat we en wanneer we wat gingen draaien. Dus die werden bom op een tafel neergegooid. Later hebben we ook die ruit tussen de techneut en de disjockey de ruit eruit gehaald. Want in het begin moesten we omlopen. En dus hadden we deur open, plaatje geven. Ja. En dan gooiden we het zo naar elkaar toe. Ja. En die jongens die vingen het dan. Ja. En dan ging die op de draaitafel. Want jij schoof niet zelf? In het begin. Nee. Niemand. Nee. Niemand. Ik ben pas gaan schuiven bij Radio 3. Toen ben ik voor het eerst gaan schuiven. Ja. Ja, dat was een hele opgave hoor. Ja. Nou, ook niet eens. Niet alle programma's. Want daar hadden we ook nog schuivers. En ik heb bij Candlelight altijd wel schuivers gehad. Maar dat ging niet. Nee. Ik kon niet mijn tekst vasthouden. Ja. Een plaatje scherp zetten. Me concentreren. Dus, ja. Maar in het begin ging dat zo. Dus het deed koffietijd. Nou, toen kwam er een programmaatje bij, toen kwam er een avondprogramma bij. Daar had je weer wat bedacht. Hits uit zee, verzoekplaten voor middelbare scholieren. Dat was onze doelgroep een beetje in het begin. Ja. Tot er op een gegeven ogenblik, maar toen was ik er inmiddels een jaar of 2, 3, een gedicht per post binnenkwam. En ik een programma aan het opnemen was met Bouwman, met Ad. En die zei, hey, kan je daar wat mee? Nou, bij wijze van grap hebben we dat gedicht voorgelezen. Bouwman heeft daar iets onder gezet en of dat toen al gelijk Greensleeves was, ik denk het haast van wel, maar ik weet niet zeker. Ja, dat leven. En dat was een vrijdagavondprogramma. Ik had een vrijdagavond laadprogramma, dat heette Alle Remmen Los. Dat was eigenlijk zoveel mogelijk teringherrie draaien. En de kunst was om de intro zo vol te spreken dat je waar
de vocalist zich liet horen, jij je bek dicht. Ja. En dat moest naadloos op elkaar aansluiten. Nou, dat was natuurlijk, ja, dat was een kunst op zich. Kon je het goed? Ja, ik was daar toen heel goed in. Ik heb dat gevoel nog wel eens, want ik doe nog wel eens hier of daar iets. En dan beginnen ze weer zo'n programmaatje, zo'n plaatje op te zetten. En dan probeer ik dat gewoon maar voor de vuist weg vol te lullen tot. Ja. Dus daar ontstond het idee met een stukje poëzie. En kwaad ik het bewaard had, want het is natuurlijk hartstikke geweldig als je die allereerste nog zo hebt, maar klaar. En toen kregen we maandag, dat was op een vrijdagavond, toen kregen we maandag ineens 20 van die enveloppen met post. En gedichten. Toen zijn we er maar een paar in dat uur gaan voorlezen. En voor we het wisten kwam die meneer van de post met een hele zak vol met die handel. Nou, en toen was er iets ontstaan. Ja. Toen was Candlelight geboren. 1 avond in de week, alleen op vrijdag. Hoe laat? 11, 12. Ja. Vrijdagavond. Daarvoor deed je dus nog die teringherrie en die intro? Ja, maar ik deed alle remmen los. Ik deed voor Jan en Alleman lunchprogramma tussen 12 en 2. Ik deed 23 uur per week uitzending. Veel. Pop. En per uurtje betaald. Ben jij belaagd? Weet je wat wij verdienden? 300 gulden in de maand bruto en eigen reiskosten betalen. Daar verdiende niemand een stuiver. Nee, maar toen werd er ook, hadden we nog geen reclame. In het begin? Geen reclame? Veronica Drive-In Show, die we zelf bedacht hebben. Daar kregen we 200 gulden voor. En dan moesten we naar Texel. En dat was iets, dat hadden Willem en ik geclaimd als zijnde ons domein. Dat was wel gezellig daar. Ja. En dan gingen we om 3 uur met z'n twee met de auto naar Den Helder. En dan met de boot. En dan waren we 5, 6 uur daar. Dan kregen we gehaktballen, frieten en nog wat van die ellende. En het publiek sijpelde binnen. Het waren allemaal jongelui die vakantie vierden op de campings op Texel. Ja. En die club die heette Sarasani. Dat was een omgebouwde boerderij achter de tent. Ik denk dat daar 500 man in ging. Maar ja, die 500 waren natuurlijk allemaal losgeslagen. Want die waren tentje. Dus wij hadden op een gegeven moment in de gaten dat als we nou die auto lieten staan in Den Helder en 's avonds gingen roepen dat we 's nachts nog een boottochtje op de Noordzee gingen maken tegen betaling van 5 gulden, dan hadden we aan weer nog wat extra bij elkaar gesnabbeld. En dan lieten we ons weer afzetten in Den Helder en dan pakten wij de auto, dan waren we 4 uur 's nachts thuis. En anders moest je wachten tot 5 uur in de ochtend, tot de eerste boot ging. Ja, slim. Dus dan vastgezet, nou, we hebben er ook wel wat mee meegemaakt. We waren een keer met z'n tweeën, Willem en ik, hadden we ook zo'n boot geregeld. En toen was het 5 uur, toen begon het langzaam licht te worden. En toen waren we nog aan het varen. Toen dachten we, dit kan niet waar wezen. Hier klopt iets niet in de planning. Dus van Kootriek, veeg jij eens met die kapitein, ga eens kijken wat er aan de hand is. En toen lag die kapitein, die lag laveloos onder zijn stuurwiel. En die hebben we een schop gegeven dat hij reageerde. En wij spraken onze verwondering uit dat we zo lang aan het varen waren. Zit, ja, kan de helden niet vinden. Legendarisch. Ja. Toen hebben we die motor maar uitgezet. Dat was natuurlijk levensgevaarlijk. Ja, want dat ding, dan bleef maar rondjes draaien. En je hebt daar overal die golfbrekers. Ja, als je daar met die boot, dan verzuipen we met z'n allen. Ja. Dus zo ging dat allemaal. Uiteindelijk zijn we dus toch nog thuis gekomen. Ja. Wanneer werd jij programmaleider bij Veronica? Toen Willem wegging, ik denk eind 67, begin 68. Rond die periode. Ja. Ja. Hoe was dat? Ja, het was natuurlijk een hok met jonge honden die het allemaal beter wisten en waar je dan leeftijdgenoot van was. Oh ja. Dat was niet simpel hoor. Nee. Daar was, kijk, Harding, daar was ik close mee, want Lex die haalde wel eens niet de late trein om naar zijn papa en mama in Boskoop te gaan, waar die toen nog woonde bij de boomkwekerij. En ik had een kamer, een zitkamer en een slaapruimte in het centrum van Hilversum. En dan gingen we s'avonds bij mij thuis over radio en ideeën en lullen. Nou ja, en die blijft dan weer pitten. Maar dan had je weer een band. Dan had je wel eens dingen gezegd die de volgende dag weer tegen je gebruikt konden worden. En op een gegeven moment hadden we een soort, ja, we hadden een naam voor hem. Henk van Dorp.
geheten Henk Bolgaerts, zoals hij echt heet. Van Barend en Van Dorp? Van Barend, Henk. Henk zat bij de VARA. En die deed daar productie van allerlei programma's. En raakte bevriend met Willem. En Willem had hem toen als een soort ideeënman productie van bepaalde programma's naar Veronica toe gehaald. En Henk bedacht de meest achterlijke programma's. Helpers in de olifant in de tram, dat was een programma. Ziek zijn, beter worden, sportief zijn, beter worden, dat soort dingen. Toen kwam Frits erbij, Barend, en toen kreeg die programma-idee, kreeg een sporthoekje. En Henk werd een soort bemiddelaar. Henk was natuurlijk ouder dan wij, ja. En was wat rustiger dan het rest van het zootje. Er was Eddie Becker, Guy Montagne, en Tineke, en Rob Oud, en Harding. Wat was dat dan om hier? Joost en Draaier was weg. Willem was er toen nog. Nee, toen ik programma was Willem weg. Ja. Willem was toen weg. Nou, dat ik kreeg, de brief heb ik nog. Toevallig van de week ben ik een beetje weer aan het ruimen van allerlei correspondentierotzooi geweest. En toen kwam ik die brief tegen, waarin ik op officieel Veronica papier werd aangesteld naar aanleiding van een verzoek van Rob Oud en Lex Harding als zijnde de programmaleider van Veronica. Je weet het maar nooit, die bewaar ik. Ja. Wat deed je als programmaleider? Was er een vergadering over de alarmschijf? Ja, onder andere, ja. Maar je moest ook de planning moest gemaakt worden. We hadden zoveel studio's, er moesten dag en nacht programma's worden voor de gemaakt. Want die werden opgenomen, hè, die programma's? Ja. Ja, die werden zeg maar gemiddeld een week vooraf opgenomen. Tenzij het onbetrouwbaar weer ging worden, storm en dat soort dingen, dan moesten we een weekje proberen extra. Want dan kon dat kleine tenderbootje, wat van Scheveningen naar het schip voer, met die tonnen met allemaal banden erin, dat kon af en toe niet uitvaren of wel uitvaren, maar niet dicht genoeg bij de boot komen om die banden over te zetten, die tonnen. Dus dan moesten we extra voorraad maken. Je had als disjockey had je altijd, je had een kleur in die stripjes op zo'n schemaatje wat aan in een groot bord. En dat je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. En dat je 8 tot en met 2 en 2 tot en met 8. Dus je had 6 uur studio en een techneut. En die techneuten hadden over het algemeen hun eigen studio. Dus Ruud Westbroek en Jos Hoge, studio 3. Ad Bouwman en Jules Gelijk, studio 4. Zo was dat allemaal verdeeld. Dat moest elke week opnieuw die planning gemaakt worden. Nou ja, die planning, dit was nog nat op het bord. En dan kwamen de klachten al binnen. Hé, luister eens even, ik heb een snabbel donderdagavond en ik ga niet om 8 uur opnemen hoor. Kan je dat niet omdraaien dat ik om 2 uur 's middags kom? Maar ja, dan moest je iemand van de 2 uur middag afhalen. Ja. En naar de ochtend of... Dus dat was altijd gezeik. Ja. Een beetje sturing brengen in die mannen, de zogenaamde pluggers. En een beetje oppassen, want ja, die flikten natuurlijk van alles om hun muziek ten gehoor te laten brengen. Wij waren natuurlijk toonaangevend en heel belangrijk, want er was niks anders maar in het begin. Ook wel eens een schuifpenning toegeschoven? Nee, nooit. Never, nooit, nooit, nooit. Ik blijf zeggen, wij zijn wel eens omgekocht in de vorm van een biertje. Ja. Maar dat vind ik geen omkopen. Als je gezellig met z'n allen naar de kroeg gaat. Geen vakanties? Of... Nee, ben je... Nou, never nodig niks. Nee. Er was wel een keer iets met een plaatje. Hè? Braadpalen. Ja. Ome Sjaki liep in zijn naki. Ja. Dat nummer wilde jij niet op de zender hebben. Nou, in zoverre. Hij werd wel gedraaid op de zender. Totdat Bul dat plaatje had gehoord. Ome Bul. Ome Bul. Een van de oprichters. Ja, en Ome Bul zei tegen Norbert Jurgens, een van de aandeelhouders, en die een beetje daar tussen het gespuis rondliep als oudere man, dat was, ik denk dat hij is recent overleden, ergens vorig jaar, toen was hij dik in de 90. En die had van Bul het verzoek gekregen om maar te gaan regelen dat dat plaatje van een greep naar zijn zak en een greep telkens mis, want daar ging het om, dat mocht niet. Dat moest van de zender afgehaald worden. Dus of ik maar wilde zorgen dat die plaat niet meer gedraaid. En toen ontstond er een lichtelijke oorlog. Ja, want Jocks wilde hem wel draaien. Nou ja, Van Kooten, die was toen nog als freelancer bij ons werkzaam. Willem deed zijn Joost mag niet eten of Willem deed nog een programma.
En dat werd per onmiddellijk natuurlijk gestopt. Die wilden met Veronica niks meer te maken. We waren boeven, oplichters. En dat ik dat moest besluiten. We hebben daar later nog wel eens over gesproken. Willem, luister. Ik wil niet zeggen dat ik 100% achter het plaatje stond. Maar het was nou ook niet zo dat ik degene ben geweest die het besluit tot het nooit meer draaien van de braadpalen heb genomen. Nou ja, dat is allemaal long time ago. Dus toen was Willem weg. Toen ontstond er een discussie op een maandagavond over de alarmschijf. Dat is geweest, ik denk in 1970. En toen ging het uiteindelijk, en daar zat het hele zootje bij elkaar. Lex en Rob en Dinus en Tom Collins en noem ze allemaal maar op. En toen ging het nog om twee platen. De ene was Fat Jack van de Hearts of Soul. Drie donkere meisjes uit Harderwijk met een liedje van George Kooijmans van de Golden Earring. Die had dat geschreven. En het tweede nummer was Voodoo Woman van een Engels groepje Simon Stokes en de Nighthawks. En dat was een bak met kabaal. Dus op een gegeven moment, en dan mochten we allemaal stemming. Ja. Allemaal je voorkeur. Ja. En we waren met z'n tien, hè. Want die stemming eindigde in 5-5. Vijf voor de Fat Jack en vijf voor de Hearts of zo. Voor de Woman. En toen moest jij... Nou ja, toen zei ik, vrienden, luister. Heel simpel. Dat is nou eenmaal een van de dingen van de programmaleider. Wij zijn een familiezender. Fat Jack is een Nederlands product. We zijn een Nederlands radiostation. Dus wij kiezen voor Fat Jack. Dat was dictatoriaal. Oh. Dat ik was een potentaat. Dat ik dat... Ja, nou, waar lullen we over? Ja. Maar goed. Dus de mannen, die trokken zich even terug. Beraad of dat wel kon. Ik zei, ja, luister. Dat is de verantwoording van de programmaleider. Die heeft het laatste woord. Stemmen, staken. Zo gaan we het doen. Herstemming. Ja, oké, herstemming. Toen werden er ineens 8-2. 8 voor Voodoo Woman en 2 voor Simon Stokes, waarvan 1 van de 2 was voor mij. Schoot er ook niet zoveel mee op. Nee. Maar dat was geregeld. Dat Henk van Durp heeft dat achter mijn rug geregeld. Die vond dat stoken waarschijnlijk wel aardig toen. Waarom? Was hij op je plek uit of zo? Hè? Was hij op je plek uit? Nee. Nee, dat niet. Nee. Maar er zijn soms momenten dat mensen het leuk vinden als er een kleine oorlog ergens ontstaat. Maar goed, 8-2. Ik zie, je vindt het hartstikke leuk, 8-2. Maar het blijft toch gewoon die plaat met 2. Wat besluiten ze lang genomen? Nou, binnen 1 minuut ging de deur open van onze vergaderruimte. En daar stond Jaap Verwij, de broer van Bul, de jongste. En het was allemaal lang klaar. Dat hele scenario was al geschreven. En ik werd onmiddellijk verzocht het pand te verlaten. En klaar, ik was ontslagen vanwege dat feit. En Cor Petrus, ook een aandeelhouder en al 37 jaar werkzaam bij de Gebroeders Verwij in de textiel. Vriend van Jaap vanaf de lagere en de middelbare school, werd door zijn eigen vriend Jaap ook ontslagen. Want hij was ook een soort ombudsman, weet ik veel. Hij was, vroeger, heel vroeger hadden we in het begin sportjes. Word lid van de Stichting Vrienden van Veronica. Moest je 1 gulden over, maar dan werd je luisteren vis. En dat moest je storten op een rekeningnummer... Ten naam van de heer C. Petrus, Stadhouderslaan 38 in Hilversum. Dat is net over het spoor Eerste Straat rechts. Daar woonde Cor. Dus die werd ook buitengelazerd. Nou, wij maar naar de Stadhouderslaan. Dat is vlakbij het Veronica-pand. En daar hebben we maar een drankje genomen om van de schrik te bekomen. Nare ervaring. Toen was de oorlog, ja. En dat is ook altijd zo gebleven. Helaas. Je hebt toen ook geen programma meer gehad? Nee, ik mocht er niet meer in. Maar dat kan toch niet alleen door dat ene plaatje? Ja, nou ja, weet je, ik denk dat het ook een beetje de machtsstrijd van Lex en Rob geweest is. Want toen, ik heb daar later met Oudonder een keer over gesproken. Toen ze met het Veronica omroepgebeuren hier in dat pand op het Lapersveld zaten. Het was een combinatie van factoren. Ja. Maar allemaal. Maar goed, dus ik stond buiten. Hoe oud was je toen? 70 was ik, 26 denk ik. Ja. Zoiets.
Maar goed, er waren nog meer zenders op zee. Ja, maar in het begin was dat niet. Nee. Dus ik stond buiten. Mijn schoonvader was Dirk Verweij. De oudste van Jaap en Bul en Dirk. Ja. En Dirk was de enige baas. Maar Dirk was vergeten. Dus Dirk kreeg bericht. Toen hadden we nog geen internet. We hadden een telex. Moest je een ponsbandje maken. En dan ging het ponsbandje. Dus dan druk je bij. En dan ging die telex erdoor. Ja. En die zat in Joegoslavië. Dus die kreeg dat bericht dat Cor eruit gedonderd was, Petrus en ik. En toen schreef hij terug. Ben morgen weer in Nederland, behoud mij alle rechten voor. Maar ik denk, ja, dat gaan we toch helemaal niet doen. Die mannen zijn niet goed bij hun hoofd. Dus Dirk kwam terug. En toen brak de pleuris uit. Maar Dirk was één ding vergeten. Dat hij nog niet zo lang daarvoor zijn meerderheid als aandeelhouder, het was niet Veronica, het was een BV daarboven, dat was het beleid. De Veronica-constructie bestond uit een CV met communitaire vennoten, stille vennoten, waar 45 man, van een marktkoopman van de Albert Kuip tot aan de Vries en Lampie van Bruidsmode in de Kalverstraat in Amsterdam, allemaal dat soort mannen. In die bestuurs-BV waren de aandelen voor 2/3 van Dirk en 1/3 van Bul Jaap samen. Want dat waren zijn broertjes. Zo was het ooit begonnen. Maar een half jaar daarvoor had Bul volgens mij een keer geroepen van Dirk. Wij moeten wat doen. Wij kunnen nooit iets beslissen. Besluitvorming uitgesloten. Want ja, jij bent de baas. Terecht. Het was ook zijn poen. Hij had het risico genomen, hij was de koopman. Toen zei hij, jongens, toen had Bul voorgesteld, kunnen we dat niet anders doen, dat wij toch besluit kunnen nemen. En toen hebben ze die aandelen zo verdeeld dat ze alle 3 1/3 hadden. Dirk 1/3, Jaap 1/3, Bul 1/3. Dat was hij vergeten. Zo was die man. Die man die was met hele anderen die denkt, ja, dat gelul allemaal. Gaan we even normaal doen. Dus die dacht, ik ga dat herroepen wat ze daar gedaan hebben. En toen kreeg hij een kort berichtje van zijn 2 jongere broers dat toen en toen die constructiewijziging geweest was. En klaar, waar bemoei je mee? Ja. Met zijn eigen cadeaugedane aandelen, die verkocht cadeaugedane. Ja, toen brak de pleuris uit. Toen brak echt de pleuris uit. Wat gebeurde er? Nou, we waren toen net een jaar daarvoor verhuisd van de Zeedijk naar het Lapersveld gebouw. En de textiel zat nog op de plek waar Zeedijk, Hoek, Herenstraat, waar de textiel en de Veronica Studios, vroeger zat Veronica erbij, maar dat was nu, weet ik veel, van alles wat. En toen dacht Dirk, en bij toeval ging ik die avond naar de binnenplaats, waar er daar zo'n binnengebeuren. En daar stond Dirk met zo'n hakbijl. Een joekel. Ik zeg, wat ga je doen? Hij zegt, ik geen lol meer van die Veronica ellende. De rest ook niet meer. Ik ga even al die studio's in elkaar haken. Ik zeg, we gaan die studio's in elkaar haken. Toen heb ik hem met heel veel moeite, want de man was oersterk. Hebben we hem tegenwezen, of heb ik hem tegenwezen te houden. En als ik niet toevallig daar gelopen zou hebben, denk ik dat die dag, de laatste dag van de studio. Want dan had ze echt alle 5 in elkaar gehakt. Want ja, ik dacht, ja, dat flikken jullie me niet. Ja. Ruksigloos, bom. Nou, dat is gelukkig allemaal niet doorgegaan. Ja, daarna is een hele hoop ellende ontstaan. Waarbij het meest dramatische natuurlijk die aanslag van Scheveningers met een bom in het luik van de Mebo is geworden. Ja. Heeft dat daarmee te maken gehad? Een jaar later, ja. Onder andere, om ook even de volgorde nog in de gaten bij te houden. Willem en ik waren beide weg bij Veronica. Ja. Maar vanaf de eerste dag in militaire dienst hebben we ons contact tot op de dag van vandaag bijna dagelijks. Boezemvrienden. Ja, ik spreek hem inmiddels 55 jaar. Ik heb zijn kinderen geboren zien worden en hij die van mij. Ik heb visitekaartjes waarop staat Jan van Veen, sales en promotie customer in golf. Nou, dat Willemse golf gebeuren in Portugal. En dat doe ik weer
ja, van allerlei hand in span en leuke dingen en beurzen en van alles nog wat. Dus dat gaat maar door. Toen werden wij, ik denk dat dat geweest is, ergens 1970, gebeld door Guus Jansen. Strengel Bazaar, muziekuitgeverij. En die belde en die zei, mannen, kunnen wij eens met elkaar praten? Oh, dat konden we wel. Dus Willem en ik naar het huis van Guus op het Hoeflo in Laren. Dat is waar nu die Albert's Corner bij de afslag Laren van de snelweg zit. Daarachter, daar woonde Guus. En daar kwamen wij binnen en daar zat Karel Prior, medewerker van de AVRO, vriendje van Guus. En wij begonnen, we wisten helemaal niet waar het over zou gaan. Toen bleek dat Guus in contact was gekomen met Meister en Bollier. Twee Zwitsers uit Beromünster. En die hadden dat schip, Meister en Bollier, de Meeboom. En die wilden voor de dagprogrammering, Nederlandse programmering hebben. Van 7 tot 7. Of Guus dat kon regelen. Nou. Een heel verhaal. En dan zou dan, hoe heet onze vriend, Karel Prior, die ging dat regelen. En dan moesten Willem en ik dat gaan doen. Maar ja, wij hadden vrij snel Guus duidelijk gemaakt dat Karel Prior niet in het plaatje paste. Maar dat was gewoon, ja, die man die wist daar helemaal niks van. Die kon keurig het nieuws lezen op Radio 1 en nog wat van dat soort dingen. Maar in wat wij wilden, een soort kopie Veronica en Vrije Jongens en Lekker Huppelepup, ja, dat moest niet in het gezelschap van de heer Karel Prior gaan gebeuren. Nou, daar hebben we Guus van overtuigd. Maar toen waren wij nog met z'n tweeën. Want die Guus die dag, dat Verkoot en ik 7 dagen in de week, 12 uur per dag met z'n tweeën wel konden. Oh, ja. Nou, dat was een kleine vergissing. Ja. Dus dat hebben we hem duidelijk gemaakt. En toen zijn we op zoek gegaan naar een aantal aankomende ouwe hoeren. Talenten. En wij wisten er één, die vonden we wel aardig, kon draaien van ouwe hoeren. In de Scaramouche onder Goiland. Ferrymaat. Dus Willem en ik diezelfde avond naar Maat en zeiden, hey vriend, luister, hoe vaak draai je? Nou, morgen je melden, Frans Halslaan 57, op de hoek bij Veronica. Want wij gaan wat beginnen. Ja, dat vond hij natuurlijk heel interessant. Toen hadden we via iets gehoord over een gozer. Weer in Amersfoort, toeval. In een club die daar draaide, club, hoe heet die club? 33. En die heette Anton van der Berkt. Dus ik zie Willem en mij nog lopen, auto geparkeerd, striemende regen, smerig donker weer. En wij naar zo'n clubje toe. En dan zat Tony Berkt, die hebben we ook maar laten komen. Wat, we hadden mannen nodig. Ja. Toen kregen we een brief van het Lucas ziekenhuis in Amsterdam. Die hadden een eigen ziekenhuisomroep. Het was 5 man, die hebben alle 5 kunnen gebruiken. Leo van der Groot, Ferry de Groot, Nico Steenbergen en nog 2. Daar kom ik misschien zo wel op. 5 van die mannen. En ik herinnerde mij een sollicitatie van een jongen met een hele mooie stem en die waarschijnlijk ook wel wat zou kunnen. Die had bij Veronica nog gesolliciteerd. Ja, maar die kon ik toen niet gebruiken. Toen was Tom Mulder net begonnen. Die hadden we Klaas Vaak genoemd. Ja. In die periode. Ja. En bij Veronica had ik dat bandje, maar dat was pleiten. Dat kon ik niet meer vinden. Maar ik wist nog wel dat hij uit het Westland kwam en dat hij Klaas van Onselen heette. Ik denk, ah, dat vinden we altijd. Dan hadden we nog die ouderwetse telefoonboek. En ik kom een beetje uit Voorburg, dus ook uit die hoek. Ja. Naaldwijk, Poeldijk, Honselersdijk. Een van die geruchten zal het wel zijn. Dus telefoonboek, gewoon maar prikken. Toen bleek dat er 5 pagina's van Onselen in elk dorp woonden. Ik denk, dat komt niet goed. Nee. Dus uiteindelijk heb ik er een gewoon zo echt geprikt. En die heb ik gewoon gebeld. Een verhaaltje verteld. Ik zei, ja, heeft die jongeman, die heeft gesolliciteerd hier in Hilversum. Die wilde graag bij de radio. En waarom ben ik, zou niet weten. Nou, hup, volgende. Nummer, huppelepup. En die zei, oh, dat weet ik wel. Dat is Klaasje. Dat is de zoon van mijn zuster. Oh, mag je telefoonnummer van die zuster? Nou, die zuster gebeld. Die zei, oh ja, Klaas. Ik zei, mag ik hem even aan de telefoon? Nee, hij werkt bij de supermarkt nu.
De Spar en Dorp. Nou, Spar en Dorp gebeld. En zo is Peter Holland ontstaan. Ja. Dus die zat vakken te vullen, geloof ik, of weet ik veel, bij die supermarkt. En de volgende dag zat hij te lullen achter de microfoon in Hilversum. Ja. En zo is Noordzee begonnen op, wat was het, 6 maart, 3 weken geleden, 1971. Welke frequentie, weet je dat nog? 220. Ja, hè? Ja. Met, hoe heet die tune ook alweer? Les Reed. Man of Action. Ja. Ja. Dus dan had je wat voor een programmering? Wat deed je zelf ook nog een programma? Ja, Willem en ik deden het nog wel de meeste. Want die mannen, die deden in het begin allemaal 1 uurtje of zo. Ja. Betaald? Ja. Ja. Ja, weinig, maar wel betaald. Ja. En Veronica was daar niet blij mee natuurlijk. Er kwam een concurrent bij. Nee, we lulden niet meer tegen elkaar. We keken elkaar niet meer aan. Nee. Het was dramatisch. Van Veen en Van Cote, die hadden de boel opgelicht. Belazerd, concurrent gesticht. Maar wij dachten, krijg de kleren. Maar wij scoorden in het begin als een gek. We hadden behoorlijke luisterdichtheid. Ja, en vanaf? Ja, nieuw. En Willem en ik hadden in die 60e jaren best wel wat betekend voor radioluisterend gebeuren. En trok ook, dat ook de kranten en zo? Werd ook ja. Dus en wij kenden natuurlijk weer, hè, op een gegeven moment ga je ook gebruik maken van een circuitje van journalisten. En ze doen maar een rol, schrijf even. Ja. Dus zo begon dat. Totdat er, moet ik even denken, in mei, waar maart begonnen. In mei, ik op een avond thuis, op mijn raam, ik woon in Loosdrecht. Jan, de boot staat in brand. De boot staat in brand, ik naar buiten toe. Hij zei, ja, ik zat te luisteren en hoorde ik meedee. Dus wij gelijk dat ding aan. Ja hoor, stond de meewonende fik. Toen ben ik Van Cote gaan opsnorren. En John de Mol, papa van John. Want die was de commerciële directeur. Programmatisch, Willem en ik. Alle andere eigendommen, want we hebben nog een verklaring dat Willem en ik voor 1/3 eigenaar van die Radio Noordzee waren. Maar dat heeft nooit een kwartje opgeleverd. Maar dat kan meer gebeuren in het leven. Maar wel leuk geweest. Ja. En Willem die zat, weet ik veel, voor snabbel ergens in een discotheek in Hengelo of ver weg is dan. Dus die is met vliegende vaart hier naartoe, ik ingestapt, wij naar Scheveningen, met oude John. En toen heb ik die vlammen, die zagen we in de verte. Toen stond die boot nog vol in lichte laaien. Bloed gelukkig. Want de dag daarvoor was er stookolie in die boot gegaan. 13 ton. Als dat in de fik was gegaan. Ja, dan waren ze allemaal hartstikke dood geweest. Want er zat een gauw mannetje op 15 aan boord. Hè. Veronica bijvoorbeeld heeft altijd een volledige bemanning gehad. Terwijl we geen motor in het schip hadden. Maar we hadden wel een kapitein en een stuurman en een machinist. Want dat hoort via de zeevarende voorschriften, weet ik veel wat. En dat zat ook op de meebo. Ja. Dus toen stond die boel in lichte laaien. En toen dacht ik, de dagen daarna, ja, dat wordt voor mij een moeilijke positie. Want ik zat privé bij mijn schoonvader met mijn knieën onder de tafel 's avonds te eten. Dat was Veronica. Bom op het schip. Ik ga er weer nokken. Ja? Ja, en toen heb ik een buisterbolier eerst met Willem zitten aanvoeren. Ik zei, Willem, ik nok ermee. Er zullen best nog wel wat andere argumenten geweest zijn waarom ik dat toen deed. En toen ben ik eruit gestapt. Geen radio meer? Toen heb ik een tijdje geen radio gedaan. Wat deed je toen? Nou ja, kijk, we hebben het over 1971, denk ik. 71. Mijn schoonvader had dat textiel gebeuren. In de panties. Panties en sokken en dat is een verhaal apart. Daar heb je nog 5 van die bandjes voor nodig. Maar daar is Veronica eigenlijk ooit voor opgericht, om daar reclame voor te maken? Nee. Nee? Nee. Dat Veronica, dat was een groep jongens in Amsterdam. En dat heette de Vrom. Lex heeft nog, geloof ik, nog een BV, die heette Vrom. De Vrije Radio Omroep Nederland. En als je daar de klinkers tussen zet, dan krijg je de naam Veronica. En dat waren een aantal mannen in Amsterdam. Oswald heette er één. En die had een radiozaak in de Beurstraat in Amsterdam, om de hoek van Krasnapolsky. Ja. En nog wat van die mannen. Slootmans,
Kim Cash & Carry, Beb Slootmans. Daar heb ik nog mee te maken gehad later. En nog een paar van die Amsterdamse jongens. En Dirk Verwij, omdat hij via de textiel naar Amsterdam, naar Berdy, Mode de Vries en Lampie, ook allemaal textiel, en die kenden elkaar weer. En toen was er op een gegeven moment een vergadering in Krasnopolski van aandeelhouders die allemaal wilden stoppen, want het zou nooit wat worden. Met? Verdoningen niet. Ja. En er moest geld bij. Er moest altijd geld bij in het begin. Wat hadden die slimmerikken nou bedacht? Die had een heel klein zendertje in de muziekwinkel van die ene meneer, hoe heet het ook, in de Beurstraat, om Oswald, om de hoek. En daar hadden ze een zendertje wat net 300 meter kon uitzenden, maar genoeg om Krasnopolski te bereiken. Afgesproken werk. Dus die liet een bandje draaien in de Beurstraat. En die mannen die gingen op afgesproken tijdstip een radiootje aanzetten. Dus ja, er zouden testuitzendingen zijn. Als dat nou lukt, gaat het ons lukken. En iedereen moet denken dat het van die boot kwam. En verdomd, dan kreeg je ineens een krakend geluid. U luistert naar de Vrom, de Vrije Radio op Nederland. Groot applaus. En dan iedereen geïnvesteerd. Toen is Veronica doorgegaan. Ja. Toen moest Dirk, als een van die mannen, die moest toen extra investeren, want de rest wilde niet meer. Toen zei hij, ik wil wel nog meer investeren. Op één voorwaarde is er één baas, ik. Niet al die meloten met elkaar, daar wordt nooit wat. Had hij gelijk, hij had visie op die dingen. Nou ja, en zo is dat Veronica gebeuren ontstaan. Maar dat is begin 60e jaren geweest. Ja. Nou, uiteindelijk gaan we dan weer terug naar de Meebo. Toen kreeg je dat glazen van die bomaanslag, toen ben ik daar weggegaan. Maar want die bomaanslag was door mensen van Veronica gepleegd? Ja, ja. Weet je wel ook ja, niet? Ja, mag ik niet zeggen. Ja, Bul heb in de bak gezeten een jaar, hè. En diezelfde Norbert Jurgens van Obesjaki. Die was de bemiddelaar. Nou, die Van der Linde heette die gozer, op Scheveningen. Maar die hadden niet de bedoeling om er een bom in te flikkeren. De bedoeling was, zo waren de verhalen, we lichten het anker in de duistere uren, waardoor die door de golfslag binnen de territoriale wateren zou komen. Zouden ze hem in beslag nemen, ja. Want dat zouden zij nou wel even het belletje van, hé jongens, ik denk dat jullie hem kunnen pakken, die boot, want... Ja, verlinken. Maar ja, dat deden ze niet. Die idioten die gooiden in een openstaand luik een brandbommetje of zo. Dus, nou ja. Maar is Noordzee daarna wel nog doorgegaan? Ja, toch? Ja, ja. Jij ging iets anders doen. Toen ben ik met Dirk in de textiel mee gaan lopen. Ja, en dat was natuurlijk heel apart, want die textiel was niet Nederland, ook Nederland, maar heel veel export all over the world. Dus wij deden bijvoorbeeld de Leipziger Messe in het toen nog Oost-Duitsland. Hadden we een eigen stand. En dan verkocht je textielproducten aan staatsinkooporganisaties. Want dat was niet de particuliere company. Nee, de staat had een afdeling en die kocht de auto's in een bedrijf voor de hele DDR. Ja. En zo hadden we ook textiel. Dus wij verkochten op een gegeven ogenblik arbeidssokken. Lange sokken voor het Oost-Duitse leger. 100.000 paar. Dat was toen astronomische hoeveelheden. Ja, tuurlijk. Of was het een miljoen paar? Nee, volgens mij 100.000. Maar dat weet ik niet meer precies. Heel veel. Maar die hadden we verkocht. Maar we hadden ze helemaal niet. We hadden er één, een monster. Die moesten snel gemaakt worden. Dus Dirk, die maakte een deal. Daar was ik toen bij. En we tekenden een contract. En een prijs. Mm-hmm. Maar we hadden natuurlijk geen sokken. En toen gingen we links en rechts informeren bij ons bekende bevriende fabrikanten in Europa. Met name de Italianen. Ja, ik geloof dat we ze verkocht hadden voor 1,45 gulden en de productieprijs was 1,70. Dus dat ging je maar niet doen. Dan moest je geld meenemen. Nou, een heel lang verhaal. Toen op een gegeven moment zei hij tegen mij, heel lange, want ik was lange. Heel lange, luister eens, jij moet morgen naar Birmingham. Ik zeg, ik moet naar Birmingham. Wat moet ik daar doen? Hij zei, ik heb een meneer gesproken, Mr. Hall, H-A-L-L.
En die heeft een sokkenfabriek en die kan dat type sokken, want niet iedere machine kan hetzelfde maken. Ja. Het ligt een beetje wat voor finezza, of dat grove sokken zijn of weet ik veel. Hij zei, niemand die kan dat. Dus ja, ga jij maar naartoe. We hebben één monster sok en dat neem je maar mee. En je vliegt dan en dan met British Airways, met zo'n propding. En dan moet je naar Nuneaton. Dat ligt 20 kilometer onder Birmingham. Dan heb je Stoke Golding. Dat is een soort textielgebiedje in dat Midden-Engeland. Hij zegt, en die Mr. Hall, die heb ik verteld dat je een lange Hollander bent. Dus die jullie vinden elkaar wel. Nou, ik ben de vliegtuig naar Birmingham. En daar stond die man. Die zei, you're Mr. Van Veen. Ik zei, ja, you're Mr. Hall. Yes, I'm Mr. Hall. Nou, of ik maar achter hem aan wil lopen. En toen gingen we weer het vliegveld op. Ik denk, wat gaan we nou doen, joh? Had hij zo'n klein e-motoren privé ding, wat nog zo op zijn achterwiel rustte, of ik maar in wilde stappen en de touw om me heen wilde binden als een soort fasten your seatbelts. Nou ben ik geen held in vliegen, nooit geworden. Maar ja, ik had geen keus, dus ik ging met die gozer de lucht in. En ik zie me nog tegen die man lullen om afleiding te hebben. Ik zei, heb jij verbinden in Holland? Ja, hij was hier wel eens geweest. 40, 45. Ja, ze hebben toen vlogen we niet zo. Toen vlogen we zo. En daar hing ik. Ik denk, dat komt niet meer goed. Maar ja, na een kwartiertje vliegen vlogen we over wat weilanden. En toen zei hij, zie je die stalen loods daar? Ja, hij zei, dat is mijn vliegveld. Oké. Dus hij landde met dat ding met een persklap. En er stond een tractor die stond in die loods. En dan had die soort lier aan de voorkant. En die hing die met een haak om dat vliegtuig. En dan werd naar binnen getrokken. Ik denk, nou, dat hebben we overleefd. Toen gingen we achter die loods. Er stond een Jensen. Een handmade sportscar. Waanzinnige auto. Maar in dat midden van Engeland heb je wegen. Die zijn net zo breed als die auto. En korenvelden hoog 3 meter. Daar ging iemand even met 200 tussendoor. Want we gingen even met de familie kennis maken en eten. Ah jongen, zei hij het alsjeblieft. Hij heeft die sokken nooit kunnen maken. Nee. Dus ik ben weer teruggegaan. Toen zei hij, hoe laat vlieg je? Ik zei, dan en dan. Ik zei, maar ik vind het leuk, ga met de trein. Zei hij, hoeft helemaal niet, vlieg je er wel naartoe? Oh. Ik denk, vlieg je er wel naartoe naar London Airport? Dan kom ik helemaal nooit meer thuis. Nee. Nou, toen ben ik uiteindelijk... Hoe we daar nou aangekomen zijn, weet ik niet meer. Toen zijn we met z'n tweeën naar Korea gevlogen, naar Seoul, in 1971. Maar je had nog steeds geen sokken. Nee, maar daar zaten fabrikanten, die konden het maken. Ja. En dat was een bedrijf wat net begon, dat was Samsung. Dat was een onderdeel van Samsung. Samsung Mulsen. Textielactiviteiten, en die meneer heette Mr. Park. Ik zie die man, ik kan hem nog uittekenen. Dus wij naar via Tokio, over Anchorage. Toen moest je nog over Anchorage, dan moesten we tanken. Maar dat ging niet in één klap. En over Rusland, mocht niet in die tijd. Dus dan ging je over de Noordpool, dan ging je naar Tokio. Naar Tokio stapte je over. En dan ging je naar Zuid-Korea. En toen zat ik, toen hadden we tussenlanding in. Oh god, we hebben het helemaal niet meer over de radio. Nee, hè? Nee. Nou ja, dan stop ik ermee. Wij landen in Anchorage en dan moest je in het vliegtuig uit onder het tanken. En ik loop die hal in. Ik denk, krijg de pest, dan zit Kees van Leeuwen. Zeg jij dat nog wat, Kees van Leeuwen? Manager toen van The Motions en van Shocking Blue. Ik denk, ja, maar kan niet. Ik zit hier tussen de ijsberen en Alaska. En ik loop erop af. Ik zeg, hey, Leeuwen. Maar die kende ik uit Den Haag. Want die had 5 jaar gereden, nee, niet gereden, wat had gerijbewijs. En na het café in Den Haag bracht ik Kees elke avond naar huis toe. Dus ja, we kenden elkaar goed. En die was van Parijs met Air France op weg naar Tokio voor een of andere optreden van Shocking Blue, denk ik. Dat was natuurlijk, ja, dat is natuurlijk abnormaal, hè. In die periode, je loopt daar in zo'n hal van een vliegveld en klaar. Maar uiteindelijk zijn we in Seoul gekomen. En daar hebben we die sokken gekocht. En toen donderde ook de dollar nog in elkaar, waardoor onze inkoop interessant werd. En toen kwamen die containers aan. Ik denk, nou hoop ik maar één ding, dat er geen oude kranten en bakstenen in die container. Want je hebt van tevoren betaald. Ja. Je moet een LC, een letter of credit, openen. Nou, dat hadden we allemaal keurig gedaan. Maar er zaten ook sokken in, dus dat is allemaal goed gegaan. Maar je dacht, ik moet maar weer eens wat anders gaan doen. Misschien. Ja, nou ja.
Weet je, ik ben met hem in Jakarta geweest. Ik heb gegeten met de president Suharto op Binagraha, het paleis in Jakarta. We gingen rijstspelmachines verkopen, die schutmachines, om de vliesjes van de rijst af te halen. Dus we hebben veel gekke dingen bedacht en gedaan. Ik was in Penang met hem. We opspuiten van een heel nieuw industriegebied. Want dan gingen we, weet ik veel, machines en een textielfabriek bouwen. Gelukkig allemaal anders gegaan. Ik was in Bulgarije, daar kan ik je een boek over schrijven. Ik raakte bevriend met Jantjo Takov, die zijn vader was vicepresident van Bulgarije. Nou, dat was toen een zwaar communistisch land waar je niks mocht. Jantjo, want Jantjo Takov werd mijn vriendje, die was master of sport en die had wel 25 van de mooiste race- en sportauto's in de garage staan. En het volk om de hoek had niet tevreden. Ze waren allemaal vreemde situaties, maar dat had allemaal weer met textiel te maken. Ja. Wanneer ging je weer gedichten voorlezen? 75. Je bent 5 jaar gestopt met radio? Nee, ik was weg bij 71, ja, 4 jaar. 4 jaar. Toch zou je kunnen zeggen, alles wat je in die 4 jaar hebt meegenomen, was allemaal leuke bagage. Waar je op de radio misschien ook weer wat mee kon of zo. Ja, je was wel volwassen geworden. Dirk was overleden. Dus dat veranderde een hele hoop weer in het leven. We waren samen, en dan kom ik gelijk daar vandaan weer bij de radio terug, op reis in Italië. In Midden-Italië, voor textiel, voor weet ik veel, we deden loofredeling, we lieten machines afbetalen met productie van, nou ja, dat moest allemaal, er wist niemand. Dat was heeft wel legaal. Hartstikke legaal. Ja. Maar heeft hij mij allemaal verteld hoe dat zat. Ja. Alsof hij wist dat het einde in zicht was. Onderweg was. Want hij was hoe oud toen? 66. Oké. Okay. 1 augustus 1972 werd ik wakker in een hotel in Modena. Modena ligt tussen Reggio Emilia en Parma, Midden-Italië. En hij was een man die vond dat je om 6 uur op weg moest voor de handel. Want als je wat wilde verdienen, moest je dat voor de lunch gedaan hebben. Want in de middag werd het nooit meer wat. Dat heeft ook met de Italianen te maken. En wij eten een boterham op kantoor en werk het door. Een Italiaan die zegt, wat, mangiare, we gaan naar een restaurant. Wat een boterham. Je bent hier op je hoofd. Ja. Wat we vandaag niet kunnen doen, doen we morgen. Domani. Nou, dan ging je naar een restaurant. Er kwam altijd een mooie wijn aan te pas. Dus, smiddags kon je niks meer. Nee. En toen werd ik wakker. Toen was het 8 uur. En we hadden 2 slaapkamers en een gemeenschappelijke hal en een gemeenschappelijke badkamer. Ik denk, ik kan niet. Dus ik sprong het bed uit. Ik liep zijn slaapkamer binnen. Toen was het al lang gebeurd. Hartstikke dood. Nou, daar zit je als jonge jongen. Geen woord Italiaans sprekend. En alle Italianen geen woord anders dan Italiaans. Of dat soort. Ja, dan verandert er veel in je leven. Dat was je schoonvader. Ja, ja. We hebben het over Dirk. Dirk was daar. Ja, een van de 3 broers. Dat was degene met de hardbijl. Ja. En Bul was zijn broer. En Jaap was zijn jongste broer. En ze hadden nog een broer, Peter. Maar die is er altijd buiten gebleven. Die was drogist in Den Haag. Die had een aantal drogisterijen. Ja. Dus, nou ja, toen we terugkwamen, ben ik doorgegaan met textiel. Maar heb daarbij allerlei andere dingen altijd al gedaan. Dus ik ging Oost-Duitsland doen. Dus ik ging 2 keer per jaar naar de beurs. Ik deed machineverkopen in Broen op de Bruno Messe. Dat is Bratislava, Tsjechoslowakije. Bulgarije, van allerlei hatsen en flatsen, weet ik van wat allemaal. En uiteindelijk werd het toen 1975, toen werd ik gebeld door Joop de Roo. De man van Greetje Kouwveld. En Joop was hoofd amusement, radio en televisie van de AVRO. Want Veronica was inmiddels niet meer. Veronica was niet meer. Willem was ook weg bij Noordzee. Ja. En toen belde hij naar Willem en mij of wij samen, dus daar kwam Verkoten van Veen weer samen, geïnteresseerd waren om naar Radio 3 te komen. Hilversum 3 nog. Hilversum 3. Maandag AVRO maandag. Ja. En dinsdag weet ik veel wat. En vrijdag Spijkerman met de stenen been, Shavara en... Dus toen zijn we met z'n tweeën naar de AVRO gegaan. Hebben we veel programma's gedaan. Noem eens iets. Nou, ik heb tijden ook het ochtendprogramma gedaan. Hoe heette dat?
Ja. Karel van der Graaf is na mij gekomen. En ik heb het lunchprogramma gedaan daar ook tussen 12 en 2. En ik heb gedaan Let's Twist Again, een uurtje gouden ouwe, tussen 7 en 8. En dan deed ik Candlelight van 10 tot 12. En ik heb het ook nog een tijd van 11 tot 12 gedaan. En dan kwam na mij, dan ging de zender nog de lucht uit, hè. 12 uur het Wilhelmus. Ja, zendersluiting. Einde van Hilversum 3. Prachtig. Wel te rusten, ja. Tot morgen. Iedereen slapen. En dan moest je naar Hilversum 1. Ja, dat ging wel. En dan ging Pim, die deed dan een uurtje Hilversum 1. En dan kwam Ruud, zijn broer, altijd. En ik ging er dan ook bij. En dan deed ik daarna nog een uur van 1 tot 2 s'nachts. Dus dan was ik om 7 uur begonnen en 2 uur s'nachts verlieten we het pand. Ja. Vonden we meestal nog wel een fles witte wijn, dus het werd nog wat later. Maar het was wel aangenaam altijd. Ja. En miljoenen luisteraars. Ja, in het begin, ja, waanzinnig. Ik heb Tour de France nog gedaan, ook nog, Ferry ook. En dat jij dat Ferry Maat het ook deed. Deed ik ook een uurtje, smiddags 3, 4, een verkote 6, 7. We deden alles. Ja. We deden alles. En dat heb ik lang gedaan, want ik ben bij de AVRO geweest. 16 jaar geloof ik. Heb je ook tv gedaan bij de AVRO? Ja, ik ben zelfs 1 jaar hoofd televisie geweest van de AVRO. Ja. Dat is het enige jaar. Daar pluk ik nu nog de vruchten van een rijkelijke pensioenuitkering. Ja. Van 58 euro en 12 cent. Of zoiets. Ja. Welke programma's deed jij? Sterrenslag en zo, was dat in die tijd? Of? Nou ja, ik was hoofdamusement. Dus alles wat met verstrooiing te maken had, dat was ineens, ja, hoe ze nou bij mij zijn gekomen. Ook weer Joop de Roo, die zegt weer met mij, we gaan met Siebes praten. Siebe van der Zee en Ger Luchtenburg, dat waren de baasjes. Siebe was Mr. Avro, goede gozer. En daar had je Jaap van Beker. Jaap die deed actualiteiten. De man met de oren. Jaap, ja. Met Wiebo van der Linden en Catharine Keil en Kees van Drongelen en noem ze allemaal maar op. Dan had je Bob Bremer, de man van Ria Bremer, van Vinger aan de Pols en Stuivers in. En ik zei de gek en ik deed amusement, maar toen was er nog geen John de Mol producties. Er was helemaal nog geen productiemaatschappij, dat deed de omroep zelf. Ja. Dus ik had John Schellefhout, zaliger, overleden. Als regisseur-producent. Fred Oster, die later de Marmottenbaan deed, maar die was eigenlijk de producent van Voor de Vuist Weg, want ik deed ook Willem. Dus elke vrijdag deden we Voor de Vuist Weg, live vanuit het Spand in Bussum. Wat had ik nog meer? Jos Brink, Puzzeluur. Hartstikke beroemd programma. Mies Bouwman heb ik heel even nog gehad. Maar dat paste niet bij mij. Ik voelde vanaf de eerste dag, als ik wat tegen Mies zou moeten zeggen waar ik het niet mee eens ben, en dat wordt van je verwacht, als dat zo is, dan eindigt dat in, dat pikt ze niet. Ja. En toen deed ze, hoe heet het programma nou? Hupnet, een of andere soort semi, meer actualiteit dan amusement. Dus heb ik tegen Sieber gezegd, ik zou het zeer op prijs stellen als Mies onder de verantwoording van Jaap van Meekeren zou komen. Want, en dat vonden ze goed, ik denk, mooi. Daar ben ik vanaf. Ja. Daar ben ik vanaf. Want je deed wel nog radio in dat jaar. Toen deed ik, ja, dat was een beetje een breekpunt. Ik deed nog steeds 5 uur radio op maandag of zo, of 7 uur, ik weet niet meer precies. 77, 78. Half 77, half 78. Dus ik had een 1-jarig contract. En toen kwam de evaluatie ergens in het begin van 1978. En daar zat ik. Kamer Huppeldepup, daarboven, die televisieflat van de AVRO. En toen zei Siebe, luister, als wij dit gaan continueren, dan zijn er een aantal voorwaarden. Dat wil zeggen, al jouw nevenactiviteiten, dat kan niet meer. Dus geen radio meer, maar ik had ook nog een café. Ik had de Candlelight Bar in de Havenstraat, ja. Café de Kaars. Ja. En ik had ook die textiel, waarvoor ik af en toe nog even een dagje weg was. En ik had ook nog toen een productiemaatschappij in Wiesbaden, Johannes Gezien und Partner, daar maakten we platen. Maar daar klopte geen klote van. Daar kwam ik op de eerste vergadering en liep ik tegen rekeningen aan van borstvergrotingen. Een hele mooie meid. Dat klopt iets niet. Nee, dat klopt iets niet. Dus ik weet niet hoe die gozer heette. Daar was ik dan partner van. Ja, zei die was zo'n lekker wijf, maar ik vond dat ze alleen maar succes konden hebben als we daar een beetje aan lieten sleutelen. Ja. Ik denk, hier moet ik heel vlug vanaf. Ja. Dus toen ben ik daar maar uitgestapt. En toen hadden we ook nog
Ja, hebben we ook nog gehad. Een avontuur Prot en Prom en Friends. Productie en promotie en vrienden. En dat was een bij toeval geboren plan op de Canarische eilanden. Waar we in zo'n cowboy dorp liepen. Waar je een film kan opnemen. Waar zo'n paard door, weet je wel, door het stuifzand en over de kop. En daar liep ik met Wil Luikinga, die daar toevallig ook was. En toen hadden we bijna hetzelfde idee. Wij zouden Arendsoog, zeg je dat nog wat? Arendsoog en Witte Veler, beroemde boeken. Ik dacht, godverdomme, als we dat nou kunnen, dat was een soort Floris, maar dan in een andere context. Dus we hebben een firma opgericht, Wil en ik, Prot en Prom en Friends, met een paar vriendjes. Nou, daar was bij Henk Terlinge was aandeelhouder, Mart Smeets was aandeelhouder. Bert Spaak, de zoon van Bob Spaak, de vroeger beroemde hoofdsport van de Nederlandse Omroep. En toen zijn we daar een productiemaatschappij. En toen, maar toen moesten we de rechten nog zien te verwerven van de boeken van Arendsoog. Dat zou Luiking gaan regelen. En ik zal nooit vergeten. De uitgeverij van de boeken van Arendsoog heet Malmberg in 's-Hertogenbosch. Ik denk dat ik de boeken nog wel ergens heb. Wil die gaat bellen om een afspraak te maken met de directeur om daar eens over te gaan praten. En die wordt doorverbonden. En hoe heet die man de directeur? Die zegt met Arends. Die man die heette Arends. En wij wilden daarvan. Dus dat was allemaal weer feest. Klopte allemaal niks. We hadden een pand gehuurd op de Anne Franklaan in Bussen bij de Centuurbaan ergens. En toen kwam ik een keer terug van vakantie en toen belde Bert mij op. Bert Spaak en ik. Wij runden het eigenlijk een beetje. En toen belde Bert me, ik moest even naar kantoor komen. Dus ik naar kantoor op die Anne Franklaan. En dan staat me daar een bureau van 8 man. Op maat gemaakt. Met een rekening eronder geplakt. Ik kreeg daar je hart van. Dat had Bert weer bedacht. Die had Jan de Bouffrie gebeld. En zei, Jan luister, als je nou voorkomt. We zijn bedacht, kunnen we vergaderen hier met z'n allen 8 aan 1 tafel zitten. Nou ja, uiteindelijk is dat allemaal fout gegaan. Als ik het zo hoor, was radio dan een soort bijzaak voor je in die tijd? Of? Ja, of soms. Ja? Kon je dan? Hoe het uitkwam. Ik heb altijd alles gedaan. Ja? Maar had dat dan wel nog je hart te raken? Ja, ja. Zoals nog steeds. Ja, precies. Maar handel ook nog wel. Oké, dus het was een beetje dubbel. Ik ben altijd nog wel met van alles een beetje bezig. Ja. Maar goed, dus toen kwam het gesprek met Siebe. En die stelde als eis... Blijven betekent dat niet meer, dat niet meer, dat niet meer, zus niet meer, zo niet meer. En toen zei ik, ik denk dat ik het weet, maar ik laat het morgen weten. En zei ik, ik stop ermee. Want dat ga ik allemaal niet doen. Nee. Want dat was, je mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik vond dat ja, een beetje eenzijdige baan. Veel vergaderen, daar moet je van houden. Ja. Dus het was elke week slap lullen. En de druppel bij mij... was dat we ooit een vergadering hadden. Elke maandagochtend om 9 uur was stafvergadering. Kamer 200, er zat 16 man om de tafel. En toen begonnen ze de vergadering. Want Kees van Drongelen was in beeld verschenen zaterdag... als presentator van Avro's Televisie Magazine met een baard. Dat kon niet. Daar moest over gesproken worden. Gaf toch een onbetrouwbare indruk. Zo'n man met een baard en een ja. Ik denk... Wat doe ik hier? Hier moet ik niet zo lang meer blijven. Want hier word ik nerveus van. Je was een vrije jongen natuurlijk. Ja. Ja. En die mannen gingen daar gewoon van 9 tot 12:30 lullen over de baard van Kees van Drongelen. En ik ging uitrekenen wat de salarissom van die 16 man bij elkaar was. Ja. Op een klein papiertje. Ik denk, dit is geen bedoeling. Het gaat niet goed. Nee. Dus dat was mede een reden om te nokken. Maar weer van de radio af dus toen ook? Nee, dus ik heb gekozen om bij de radio te blijven. Okay, en dat... Ik ben gestopt als hoofdtelevisie. Okay. Het enige wat ik daar nog van heb, en dat ligt ergens nog in een laadje, is een pasje waarop staat het Light Entertainment. En ik heb nog visitekaartjes die ze... En voor de rest dacht ik, wegwezen. Ja, Oké, gelukkig. En toen ben ik met de radio doorgegaan. Ja. Dat was 78. En ja, toen deed ik veel programma's. Heb ik zelfs heel veel zin. 2 nog of zo gedaan. Toen hebben we nog programma's en dan brak Jack van Gelder altijd in. Die begon als sportverslaggever en dan was er iets van
als het die kampioenschappen in Athene, nou jongen, we lagen in een deuk op de interne verbindingen. En dat tussendoor de krant lezen, maar weer een LP opzetten. Ja. Want zo ging dat. Dus dat heb ik volgehouden tot 90 of 91. Weet jij wanneer ik precies bij Sky ben begonnen? 90 of 91? 91. Ja, 91. Ja. Dus van de AVO naar Sky. Nou, ik werd uitgenodigd om eens te spreken over mijn continuïteit bij de AVRO met Jan Steenman. En hoe heette die man? Die kwam bij de Tros vandaan en die werd later hoofdverstrooiing, huppel de pup. En toen moesten we naar een restaurantje en die vergadering, ik voelde al gelijk, die gaat niks worden. Dus de eerste mededeling was dat Candlelight van de maandagavond af moest. Want het was, ze wilden daar meer een popzender van maken en daar paste ik niet meer op. Maar ja, klaar. Het heeft altijd op 3 gezeten. Ja, en toen had hij een alternatief voor de time being. Ik zou gaan naar de vrijdagavond 7 uur of zo. Hmm. Ik zei, dat gaan we helemaal niet doen. Nee. Daar past het helemaal niet. Nee. Nou ja, dan hebben we een tijdje met elkaar de maaltijd genuttigd. En uiteindelijk ben ik vertrokken. En ze laten weten dat ik dat niet ging doen. Ja, maar dat zou dan tijdelijk zijn. Want ze hadden zo'n jongen, die had ooit een talentenjacht gewonnen. En die had een programma op de zondagavond. En dat zou mijn programma worden. Maar dat zou nog, die had een contract voor nog een half jaar. Ik denk, jongens, er komt allemaal geen ene man een moer van terecht. Wie was dat? Ja, hoe heet die jongen? Geen bekende? Nee, hij is heel bekend geweest. En toen deed hij ook nog televisieprogramma's voor de AVRO. En plots was hij opgegaan in de vergetelheid. En toen werd ik de volgende dag gebeld door Lathouwers. En die zei, God, ik ben Ton Lathouwers van Sky. Ik zei, ja, ik weet waar jullie zitten, want ik heb de spotjes gedaan bij Ruud in de studio daar beneden, heel in het prille begin. En ik weet dat Ruud mij een keer zei, dan moet je eens kijken. En die deed de deur open en dan zag ik allemaal van die grote kasten met allemaal videorecorders erin. Dat was Sky Radio. Zo begon het. Ja. Dus toen belde Tom mij en die zei, kan je vanmiddag of morgen kunnen we eens even afspreken? Nou, en die zei of ik naar Sky wilde komen. Nou ja, dat hebben we gedaan. Maar tot op de dag van vandaag de enige presentator bij Sky Radio ben jij geweest. Ja. Ja. Maar toen ging het in het begin even niet goed. Want toen kreeg ik de sleutel van de voordeur en de code van het alarm de eerste keren. En een sumiere uitleg over hoe het mengpaneel werkte. Ja. En toen hadden we nog LP's. Dus ik moest de track 3 van die verzamel LP van Arcade. Hup, dan moest je scherp zetten. Maar in die tussentijd, als je niet een supertechneut bent of daaraan gewend bent, dan is er natuurlijk een hele hoop vreemde handelingen, terwijl je je eigenlijk moet concentreren op die rechterhand, waar je die handgeschreven gedichten hebt. Ja. Want dat was het nog toen. Ja? Toen was er nog geen internet en post. Er waren gewoon nog, dat was nog post. Maar het was dus de eerste keer dat je zelf ging schuiven? Ja, nee. Dat zei je straks. Nee, daarvoor heb ik bij Radio 3 heb ik ook geschoven. Maar niet heel in het begin, dat is gekomen. En met name met Candlelight heb ik zelf altijd gewild dat er een techneut was. Ja, met alle voor- en nadelen, want er waren natuurlijk beroemde technici. Ja, die maar één opdracht hadden als Van Veen ging lullen met zijn gedichten. En dan moesten we alles doen om hem van de wijs te brengen. Ja. Want hij was live. Dus? Adje Leconte, zeg jij dat nog wat? Beroemde techneut van de VARA. Mooie gozer, verschrikkelijk gelach altijd. Dus ik zit op een gegeven moment, op 3 was dat nog, midden in een heel lang gedicht. En ik kijk en ik zie er een ventenstriptease op een stoel uitvoeren. Ad Leconte. Dus hij stond 3 minuten later in zijn blote reet en ik moest doorlezen. Oh, brullen van lach. Maar ja, die eerste keren bij Sky, ja, dat ging dus niet. Ik denk, dat krijg ik allemaal niet voor elkaar. Dan moet ik daar dat, dan moet ik die dat, en dan moet ik zus, en dan moet ik het vasthouden, en dan moet ik dat ook doen. En ik moest ook de deur weer afsluiten en het alarm er weer opzetten. Ik denk, dat gaat niet heel lang goed. Nee, dus je moest een technicus. Ja, uiteindelijk is toen Minnemaartje is toen mijn vaste technicus in het begin heel lang geweest. Renéetje. Ja, lieve man. Ja, lieve jongen.
Nou ja, zo hebben we dat lang volgehouden. Tot we verhuisden in 95. Wat eigenlijk de leukste periode vond ik van Sky was. In het begin dat we dat pand waar we naartoe gingen, er waren nog geen scheidingswanden in de kantoren. Daar hadden we de verhuisdozen van Dijkstra opgestapeld. En dat was een sfeer, fantastisch. Toen waren we ook een... Dat deed mij in het begin, ik heb dat een keer in een toespraak ook gezegd, toen we in de Barcelona waren. Ook een zootje. Dat die periode me heel sterk deed denken aan de Veronica begindagen. Ja. Oude jongens, krentenbrood. Ja. Jouw zusterjaren volgende week, wanneer dinsdag? Oh, dan komen we z'n allen. En dan kwamen al je Veronica. Ja. Ik woonde in Voorburg nog bij mijn moeder en mijn zuster was jarig. En dat was 8 man van Veronica. En die gingen naar mijn zuster. Haar verjaardag. We waren een familie. Ja. En dat was Sky ook. En dat was in die beginperiode was dat ook een beetje. Nog geen FM-frequentie? In de begintijd? Alleen nee, maar dat heeft kort geduurd hoor. Want ik heb toen de opening gedaan op mijn knieën. Er is nog een film van de FM-frequentie. Ja, wanneer was dat? Volgens mij 95. Ja. Ja, hè? Maar goed, dus die eerste 4-5 jaar op de kabel alleen. Ja. En maar toch al aardig wat luisteraars. Ja. Ja, maar Sky had natuurlijk het voordeel. Mensen vonden non-stop lekkere muziek. Ja. Prima. Het enige wat eraan kleefde in het begin was de beperking van de muziek. Het was natuurlijk een vrij klein bestand aan platen. Waar ik aan moest wennen. Maar waarvan weer anderen, waaronder onze vriend Frans van Marem en nog wat van die mannen, van mening waren dat je een goede plaat niet genoeg kan laten horen. Frans roept nog steeds Hotel California 4 keer per dag, altijd goed. Want mensen luisteren niet de hele dus dag. Dus er waren die mannen, precies. Want de luistertijd is 2 uur, dus reken maar uit. Ja. En dan waren die stratenmakers bezig. Want er was helemaal nog niks in het begin. We stonden met de auto's in het zand. En dan riep ze, hé hey, Jan! Ja, wat is er? Hebben jullie nog meer bandjes dan die ene? Ja, ja. Ja, dat riepen die mannen dan. Ja. Ah joh, wat we gaan lachen hebben. Maar we zijn ook een keer naar Parijs toch geweest, naar Disney. Met het hele spul naar Disneyland. En toen hadden we allemaal prachtige mooie kamers in Disney Hotel met allemaal een ijskast vol met drank. En toen hadden we met 20 man bedacht dat we na het diner, het was al laat, hadden afgesproken dat we alle ijskasten in plastic zakken zouden doen en ons zouden melden op de slaapkamer van de heer Arend Langeberg. Nou joh, dat bed van Arend lagen 500 flessen drank. Wat een zootje was dat. Toen zijn we met de trein naar huis gegaan. Van Gare du Nord naar Amsterdam heb ik nog voor in de trein van de machinist een microfoon gekregen. En alle reizigers aan boord van deze prachtige trein van Parijs naar Amsterdam waren uitgenodigd om na aankomst in Amsterdam ons te melden op de Graaf Florislaan in Hilversum. Alwaar de heer Arend Langeberg bereid was ons allemaal nog van een versnapering te voorzien. Maar niet alleen wij, die hele trein. Ja? Dat galmde nu. Jongen, wat een zootje was dat. Ja. Maar dat waren wel leuke momenten natuurlijk. Hè? Zat jij iedere avond live bij Sky? Of nee, joh. Nee, in het begin. Ja. In het begin. Dat was, in het begin was leuk. En toen later, waarom weet ik niet. Nee, dat is gekomen toen ik van 1 avond naar 5 avonden ging. Ja. Toen het 1 avond was, was ik live. Ja. Dat was ook hilarisch, want dan maakte je natuurlijk ook weer van alles mee. Met name met onze meneer van het nieuws, de heer Arend Langeberg. Ja. Want dat was natuurlijk de grootste chaot aller tijden. Ja. Die kwam en dan moest ik opschuiven. Want dan moest Arend het nieuws lezen. Ach, en dan zat hij, had hij het bulletin vergeten. Tussen tekst van het nieuws had hij op de bar laten liggen. Dus... Dan ging hij niet heel stiekem zachtjes eruit, nee, met een kabaal en een klap dat de deuren er bijna uitvlogen. En jij zat gedicht ervoor. Ja, ik moest maar doorlullen, want Arend moest even die tekst halen. Dus maar, ja, jongens, maar ter plekke. Maar gelukkig waren we een beetje opgevoed om in staat te zijn om geïmproviseerd een half uurtje maar door te overhoeren. Ja. En dan kwam Arend en dus, het was ook zo'n soort Monsieur Hulot. Dan struikelde hij altijd over de drempel. Weet je, wij zouden keurig erover. Nee, Arend struikelde erover. Hij ligt met zijn bakkes op die tafel. Ja. Oh, wat die gozer allemaal geflikt heeft, jongen. Ja, lieve man, hij is er helaas niet. Fantastische gozer.
Dan ging die tossies maken. En dan ging die ook het nieuws lezen. Dan was hij vergeten dat s'avonds die tossie nog in het apparaat zat. Dus de rookwalm ging door die gang. Ja. Maar dan zaten allerlei beveiligingssprinklers en dingen. En dan gingen die tussenklappen dicht. Ja. Nou, daar konden we nergens meer naartoe. Stond alles blank van de rook, want de Arendse tossie zaten er nog in. Zo was er een meneer uit Spanje, die wilde wat weten over een liedje. En die belde de hele avond. En daar werd Arend zo ziek van, dat op een gegeven moment op zijn manier en zijn Spaans heeft hij iemand duidelijk gemaakt dat die meneer moest ophouden met bellen. Ja. Wat deed hij nou? De afwasmachine in de keuken, dat kleine keukentje daar, die stond te draaien. Arend heeft die horen in die afwasmachine gevliegen en die deur niet gedaan. Ik denk dat die man in Spanje nu nog in een coma ligt en zich niet weet wat dat nou voor een geluid was. Ja, ja. Hij lag met de horen in de afwasmachine. Ja, ja. Nog even over jou. Heb jij nooit een hekel gekregen aan die gedichten? Het hangt met de keel uit. Want het is... Tuurlijk wel. Je bent niet van huis uit een gedichtenmaker of schrijver of liefhebber. Nee. Hoe kan je het volhouden al die jaren? Nou, kijk, er zijn momenten dat gedichten heel aangrijpend zijn. En ik ben heel... Dat is heel belangrijk. Ik me kan verplaatsen in het gevoel en de gedachten van degene die het gemaakt heeft. Mm-hmm. En me ook visueel kan voorstellen hoe het mannetje of het vrouwtje of omgekeerd, hoe dat er ongeveer uitziet. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want anders kan je nooit met de intentie waarmee je dat serieus moet blijven doen, dan houdt het een keer op. Maar er zijn natuurlijk best momenten dat je denkt, vanavond even niet. Maar als je dan eenmaal zit en je hebt voldoende goede gedichten, dat is natuurlijk best belangrijk. Ja. En waarbij je niet jouw eigen maatstaven bovenaan moet stellen. Maar je moet begrijpen dat mensen die iets aan jou toesturen, wat hun gevoel is, het mooiste wat ze ooit in het leven hebben kunnen bedenken, hebben opgeschreven. Met name in de tijd dat het nog handgeschreven gedichten waren. Mensen nemen gaan zitten en die beginnen. Ja. En dan is het klaar. Misschien hebben ze het wel 3 keer herschreven. En dan schrijven ze weg nog steeds met een T. Maar dat interesseert mij niks, want ik spreek het net hetzelfde uit. Dus daar gaat het allemaal niet om. Maar je kon ze niet allemaal voorlezen. Nee. Heb je daar nooit gezeik mee gehad? Ja. Nou ja, gezeik. Mensen zeggen, joh, ik luister nou 4 maanden, ik heb mijn gedicht nog niet gehoord. Ja, ja, maar op een gegeven moment, ik weet de mensen wel. Ja. Want hoe selecteer je? Hoe wist je wat? Het moet me aanspreken. Ik moet het kunnen lezen. Oké. Ik moet er wat bij voelen. Ik moet met een stem de warmte erin kunnen brengen die men bedoeld heeft. En of dat nou over, want er is natuurlijk qua inhoud van de gedichten, ja, is het een dag en een nacht verschil met gedicht nummer 1 tot het gedicht van vanavond, bij wijze van spreken. Mm. Vroeger waren het, en dat was ook de kracht, denk ik, in die periode, wat ook de bekendheid gaf. Candlelight was een programma wat heel veel op middelbare scholen beluisterd werd. En dat waren dan heimelijke liefdesverklaringen van een jongetje achter in de klas naar dat lekkere wijf met die paardenstaart rechts voorin. Ja. Weet je wel? En dat moest ik dan op een bepaalde manier kenbaar maken. Maar dan wist die hele klas, wat Candlelight was toen, 1 avond in de week. Dus die hele klas wist en zei, hey, dat die gozer, die wordt vanavond even luisteren. Dus dat was een soort promotie. Ik zag laatst een klasgenoten of een reunie, zo'n programma van die oude scholieren. Ja, wat deden jullie dan s'avonds? Oh, we luisterden allemaal de Candlelight altijd. Kijk, dat is toch... Het was anders dan alle andere programma's. Dat is het in wezen. Nog steeds. Ja, instituut. Ja. Ja, door de loop der jaren. Ik bedoel, de eerste Candlelight was in 67. Dat is 51 jaar geleden. Ja. En je doet het nog steeds. En ik doe het nog steeds. Ja, met evenveel plezier. Ja. Ja. Het gaat je niet vervelen. Nee. 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 Nee, ik vind wel op het moment dat je het vervelend gaat vinden om het te doen, daar is 1 voordeel aan. Je kunt met de huidige techniek het heel makkelijk opnemen. Ja. Hè? En knippen. Ja, en knippen en de computer en de programmering en de muziek die daar vroeger... Nou, dan zocht ik de muziek echt uit en dan probeerde ik ook dan een liedje te vinden wat bij de inhoud van het gedicht een beetje paste. Maar ook heel vaak was dat een hartstikke toevalstreffer in wezen. Ja.
alsof het bedacht was. Of de lady in Red erna moest. Ja. Of de... Nou, vul maar in. Ja. Maar het is nog steeds... ja, ik heb elke week nog wel verzoeken voor mensen privé. Of ik... Want oma is dood. Op de begrafenis. Of ik dat wilde doen. En dan hebben ze het weer... Ja, soms wel en soms niet. Ik had er pas weer een van een jongetje van 14 jaar. En dan schrijft zijn moeder een gedicht. Ja, en dat vind ik dan zo aangrijpend. En dan roept Ruud, die zegt, je bent gestoord. Schrijf toch uit, je kan wel in de gang blijven. Zeg, ja, maar wat kost het mij nou voor moeite om zo'n kind, wat voor oma en opa, die 100 jaar getrouwd zijn, of weet ik veel wat, dat op zijn manier, en of ik dat dan wilde doen. Ja. Heeft die moeder waarschijnlijk bedacht, maar de kind heeft waarschijnlijk nog nooit van Candlelight gehoord, maar klaar. Ja, dat doe je dan. En dan is het ook nog verdomde aardig als je 2 dagen dat je dat als een mp3'tje hebt toegestuurd, een hartstikke lief berichtje van die mensen krijgt. Ik denk, nou, wat heeft het mij nou gekost aan moeite? 2 minuten. Ja. Klaar. Voor die mensen is het super bijzonder natuurlijk. Ja, die vinden het fantastisch. Ja. Die bewaren dat hun leven lang. Zoals ik nog steeds, een paar weken geleden had ik een... Ja, die mensen die denken dat je alles bewaart. Hè. U hebt... Ik zat in het huis van bewaring in de midden 80er jaren. En toen heb ik hebt u een gedicht van mij voorgelezen. En dat zou ik dolgraag nog wel een keer willen horen. Want ik kan me herinneren dat in alle andere cellen van het bewaringsgebouw waar ik zat, geapplaudiseerd werd na het voorlezen. Candlelight was de nummer 1 programma in alle gevangenissen. Ja. 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 Prachtig. En, die boeven, want ik gaf ook boekjes uit. De 100 mooiste gedichten van een jaar daarvoor. En verzamelingen van allerlei poëzie. En die gingen dan naar elke gevangenis. Had, misschien heeft het het nog, een bibliotheek. En die bestelde, kwam er een nieuwe Candlelight bundel uit. Dan gingen er al sowieso x naar alle gevangenissen in Nederland. En wat deden die boeven? Die haalden dat boek uit de bibliotheek. En die schreven dan 4 regels van bladzijde 12 en de 4 regels van bladzijde 22. En die maakten een gevoel dat die wijven thuis dachten, of die vriendin of die vrouw, dat zie je wel, hij heeft toch hard in zijn lijf. Ja. Het is een goed mens, anders kan je dit niet zo schrijven. Ja. Of ze scheurden de hele bladzijden eruit, joh. En dan hingen ze aan de muur in de gevangenis en dan belde er weer een mevrouw. Die was dan hoofd de inkoop, bibliotheek, gevangeniswezen in Nederland in Brabant ergens. Ja, meneer Van Veen. We hebben een probleem. Wat kan ik voor u doen? Ja, we hebben een hoop boeken. Maar ja, 3/4 is er uitgescheurd. Die jongens, kunt u niet. Nou, en zo gaat dat dan. Ja. Tot wanneer heeft het bij Sky Radio gelopen? 2003. En waarom stopte het? Nou ja, Ton en ik hadden wat oneenigheid. Hè? Het contract. Ja, kijk. Nou, zonder de details. Het was niet omdat het programmaformule op was. Nee, helemaal niet. Het was gewoon financieel iets. Helemaal, ja. Nog niet eens financieel. Ton erkende niet wat wij als afspraak hadden. Ton, ik zei, nee, Ton, luister. Ik ben van 1 avond in de week, toen de FM-frequentie kwam, ja, naar 5 avonden in de week. 100.7. Voor hetzelfde geld. Ja. Geen kwartje meer, geen dubbeltje meer. Of ik nou 1 avond deed, of 5 uur in de week. Okay. Dus van 1 à 5 ja. En toen bood Ton mij die commercials voor mijn textielbusiness aan. Okay. Toen kwam er een moment en ik dacht van ja, die textiel, dat brengt eigenlijk allemaal geen kloten meer. Ik kan dat beter in centen omzetten. En ja, toen zei mijn vriend John Buckman, Soestdijkerstraatweg 72. Een paar deuren verder. 5 panden hier vandaan. Ja. John is ook helaas overleden. En die zei, laat mij nou maar eens een keer met die gasten even, dat ik doe dat, dat is zijn werk, hè, met de baas van de VARA praten voor Astrid Joosten en met de Trost voor, nou noem ze allemaal op. Dus die weet wel, alleen ja, of je nou met Frans Klein van de VARA over het contract van Jaap Jongbloed moet praten of met Ab Trik bij Sky, is een wereld van verschil. En die hebben een heel andere denkwijze. Ja. Dus dat is en dat, ja, dat klapte, dat ging niet goed. Ja. En John heeft nog een bevestiging gestuurd van dat toenmalige gesprek. Ik was in Italië, ik was er niet eens. En die zei van, ja jongens, luister, laten we nou eens gewoon een eindcontract maken. Met een eind voor die Van Veen. En dat is nu 15 jaar geleden dus. Die moet nog een paar jaartjes dat doen. Maar laten we nou eens gewoon vastleggen hoe we dat dan gaan bekijken. En hoe we
dan, op het moment waar we het in principe nu over gaan hebben, hoe we uit elkaar gaan. Nou, dat is... Ja, ik denk dat Trick slimmer was of wilde zijn dan Buckman, en Buckman slimmer dan Trick. Weet ik niet. Nee, maar het programma stopte dus. Ja. 2003. Ja. Zonde. Einde contract. Klaar. Je was 58 toen? Toen was ik... heb ik vlug uitgerekend? Was toen nog... Ja. Maar ja, toen deed ik nog textiel. Alleen niet meer in de vorm waarin ik dat... Want ik heb natuurlijk altijd textiel gedaan. Want ik had 42 man personeel in dienst. Ik had 20 bedrijfsauto's rijden. Ik had in midden jaren 80... een volledig geautomatiseerde orderbehandeling. Ik had handterminals met leespennen, met barcodes. En daar nam je producten. Maar je had bijvoorbeeld bij mij in de textiel een kindersokje met 4 kleurtjes en 6 maten. Waren 24 barcodes. Die moesten allemaal aangemaakt worden. Boeken vol. Ik heb nog wel eens een boek ergens. Nou, dan had je vertegenwoordigers. We deden 1000 winkels. Ik deed van Albert Heijn alle ondergoed. Dus ik vloog ook nog regelmatig naar Porto. Om daar de controle uit te oefenen op de slipjes voor de meisjes en de jongetjes voor Albert Heijn. Ja. Ik deed de tennissokken, de sportsokken voor Albert Heijn. En dat waren aantallen hoor. Dat was een orde. Dat was 800.000 tot 1 miljoen paar in een actie. Dus daar zat een hoop controle en allemaal onderhandelingen, weet ik veel wat. Jan, ik moet het bandje even gaan verwisselen. Maar je hebt nog wel even zin om door te praten, toch? Oh, ja. Want we hebben het nog niet over 100% NL gehad. En over kom maar. En dat Candlelight nog steeds te beluisteren is. Ja, ik doe er even een ander bandje in. En kunnen we misschien de verwarming een beetje opstoken? Ja, oh god, zo ding eruit. Vind je het koud? Het is een beetje koud. Ja, ik heb dat ding bijna altijd uit. Dat volgende week maandag ineens. Als we erachter komen, zijn we te laat. Nee. Verwarming is aan. Ja. Sorry, we hadden net al wat opgenomen, maar er ging even een kleine error tussendoor. Ik probeer even mij te herinneren wat jouw vraag was. Oh, of ik altijd... Nou ja, wat ik goed vond aan jou... Ja, dat je meer dingen hebt te vertellen en gedaan hebt in je leven dan alleen maar het maken van een radio. Ja, of je daar achteraf blij mee bent dat je niet alleen discjockey bent geweest. Nee, daar ben ik hartstikke blij mee. Ik zou gek worden van één ding in mijn leven alleen te doen. Dat tot was... Geen financiële noodzaak. Nee, tot op de dag van vandaag. Want heel veel dingen die ik erbij heb gedaan, hebben eerder wat gekost dan dat ze wat gebracht hebben. Ja. Maar het hield je wel bezig. Ja. En ik vind dat je, luister, hou de geest maar draaiende en het lichaam zoveel mogelijk in conditie. Ja. En probeer er wat van te maken. Alleen in de jaren 60, toen het begon, toen speelde dat allemaal nog niet om de dood eenvoudige reden. Dat je jong was en geen enkele ervaring had om maar überhaupt te denken aan iets anders dan alleen maar plaatjes te draaien. Want je was 5 dagen bezig met alleen dat werk. Ja. Dus je was dermate bezet. Dat is eigenlijk een beetje gekomen na mijn Veronica-periode. Toen we samen, Willem en ik, de stappen Radio Noordzee hebben gezet en toen van alles hebben bedacht. Willem en ik hebben tussendoor ook nog een bedrijfje gehad. Dat heette Radio Hollandia. Zeg je dat iets? Nee, wat deed dat? Radio. Ja. Ja, wij hadden het volgende plan. Het is verjaard, dus we mogen het allemaal vertellen. Wij gingen bandje... Er bestond nog het Zeedijkpand. Eerst een Veronica-pand. Waar Veronica uit was... Maar het pand als zodanig was nog in staat met studio's en alles erop en eraan. Maar er gebeurde niets. En toen hadden we het plan om de Mi Amigo te huren van Ronan O'Reilly. Van Goat en ik. Toen zijn wij in contact getreden met de Ierse boef O'Reilly, Ronan. En daar hebben we een aantal gesprekken mee gehad om die boot te huren om onze programma's daar vandaan te gaan uitzenden. Met Radio Hollandia. Met wat wij noemden Radio Hollandia. Daar hadden we stickers voor laten maken, rood, wit, blauw. Ik denk dat er ergens nog wel ergens wat zweeft. En wij gingen programma's maken zoals we dat ooit bij Veronica ook deden. Vooraf opnemen en dan coderen met dag. En uitzenduur. Dus vandaag donderdag het uur van 16.00 tot 17.00 enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Maar dat deden we op cassettebandjes. En dan hadden we
een fabrikant technics, geloof ik. Een vriendje van Tony Berk, want die deed daar ook aan mee. En dan zouden wij de apparatuur leasen, op de een of andere manier financieren, naar de slager en de bakker en de kruidenier en de huppeldepup, een paar honderd winkels in Nederland. Dat was één keer opnemen en zoveel kopieën als dat we uitzenden. En dan moesten die winkels, die kregen van ons vooraf de bandjes. Dus die mannen, die moesten alleen elke uur een cassettebandje even wisselen en dan liep de programmering door. Ja. En die zouden dan, die werden dan gejat ergens in het verzendtraject naar de spaarwinkel in Kortehoef. Ja, wisten wij veel. En die kwamen op een boot terecht. En die werden daar illegaal uitgezonden. Ja, ja, ja. Oh, verdomme, wat een schande. Dat mag helemaal niet. Nee, dat kan niet. Dus zo deden we dat. Ja. Alleen, alles draaide en we namen op. En die bandjes die werden allemaal gemaakt. En daar hadden we Ferry Maat deed daar aan mee. En Wil Luikinga deed daar aan mee. En Tony Berk deed daar aan mee. En nog wat van die rakkers. En Willem en ik. En oh god. Dat was allemaal toen de piraten verboden waren. Ja, ik denk dat dit ergens 76, 78, ik weet niet meer precies. Of 80. Ik moet er wel naar te kijken. Dus ik weet niet meer precies. Ik heb een paar keer met die O'Reilly gesproken. Ik wilde niet dat ik naar Londen kwam. Toen was ik voor de textiel in Milaan. Dus ik zie me nog hangen in de lucht daar ergens. Van Milaan naar Londen. Daar stond de grote Rolls Royce. Met allerlei toeters en bellen en gezellig. Want we gingen... Nou, dat was natuurlijk allemaal gevaarlijk spel. Hè? Die O'Reilly, dat was een beetje linkersoep. We zijn nog een keer, Willem en ik, naar Genève of naar Zürich. Wilde die daar weer onderhandelen. We zijn een keer met de auto naar Parijs met z'n tweeën. Weer met die gozer. En het deugde allemaal van die kant. En we hebben dat nooit voor elkaar gekregen. Het is niet uitgezonden. Nee. Nee, want we hebben, want toen we eenmaal een deal, op de een of andere manier een deal had, toen zonk dat schip. En dat was geloof ik het jaar dat Ton Lathouwer als disjockey op de Miamico zat. Toen lag hij ineens in het zand. En toen is er eigenlijk allemaal niks meer van terecht gekomen. Maar het was een fantastisch plan, was het natuurlijk. Ja. Je hebt in die tijd ook een paar keer, of één of twee keer in de top 40 gestaan met een nummer. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat was een liedje. We hebben een paar platen gemaakt. Hij weet daar alles van. Hij weet meer van mijn plaatjes dan ik. Hij weet ze allemaal. Ja, La Lontananza. Ja. James Jotti. En als ik James Bond was de eerste, als ik James Bond was, die 007, geloof me heus, dan zou je wat beleven. Ik maaide gangsters neer als jonge bomen en was de held in vele meisjesdromen. Als ik James... En dan moest ik reclamefoto's maken voor die plaat. En toen was Sandy Shaw, die was net beroemd geworden in Engeland. Puppet on a String. Puppet on a String. En daarvoor nog alle liedjes. Meisje op de blote voeten. En die was in Amsterdam. En toen hadden ze bedacht dat ik op de Dam voor het paleis met een gleufvoet op, met Sandy Shaw in mijn armen. En daar zijn foto's van gemaakt. Helaas, ik heb daar helemaal niks van. Doodzonde. Dus zo begon het. Dat deed ik met Kees van Zijtveld samen. Duo Jan en Kees. Als ik James Bond was. Toen heb ik nog een plaat gemaakt met Oud en Harding, met z'n drieën. Los Piratos. Wij zijn piraten, met ons valt niet te praten. Wij willen, weet ik van wat. Na, 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 na. Alle voetbalstadions vroeger. Ach, god, oh god. Dat was een cover. Ja, dat was een cover. En ik heb zelf een single, daar heb ik nog mee in Avro's Top opgestaan. Live. Want dat playback, dat gaat natuurlijk niet met een praatplaat. Nee. En dat nummer heette Meer. En dat was een cover van een Amerikaanse nummer 1 hit. En dat was Desiderata. Dat was een heel mooi liedje. Het was nummer 1 in Amerika. En ik had contact met Rob Crispijn. Rob Crispijn is een vaste tekstschrijver bij Herman van Veen. Harlekijn, Westbroek. Dus ik lulde met Crispijn. Die heeft een hele mooie tekst op dat Desiderata gemaakt, want er is meer dan een sterveling meteen op het eerste gezicht in een oogwenk kan zien. Maar voor wie kijkt, voor wie wakker wordt, is elke nieuwe dag weer een wonder, zonder meer. Want er is meer dan een sterveling. En zo ging dat. Het mooiste vond ik, de hoes van die single is een foto van een meer alsof het de Loosdrechtse plassen zijn. En Willem Duis draaide die plaat een keer in zijn muziekmozaïek, maar zoals Willem, en dat heb ik later ervaren toen we vriendjes werden,
Die had nog nooit geluisterd, joh. Die had gewoon van een plugger die plaat gekregen. Lopende de uitzending. En die dacht, nou, er staat een foto van de meer. Dan lopen ze, het zal wel over een meer gaan. Dus die maakte een heel verhaal. Waar het helemaal niet over ging. Fantastisch. En toen werd ik gebeld dat ik in de top 40 stond. En ik moest in top op. Ik denk, godsamme liefhebber, hoe ga ik dat nou in godsnaam doen? Dus hebben we live gedaan. Toen hebben we nog een plaat gemaakt in het Duits. Gratis. Voor niets. Dat was een nummer 1 hit in Nederland van Bob Bauber. ZZ en de Maskers. ZZ was Bob Bauber. En die had een praatplaat en dat heette voor niets of gratis. Daar hebben we een Duitse tekst gemaakt. En die heb ik gedaan, een productie met Peter Koelewijn samen. En toen hadden we de vrouw van Jan Verstegen. Jan en Henk Verstegen zijn de twee gebroeders uit The Shoes. Theo van Es, Willem van Huis, Jan en Henk Verstegen. Een groep waar ik nog tussendoor ook nog 2 jaar manager van ben geweest. In de jaren, ik denk 768, hebben we nog een deal gedaan. Dat was een leuke deal. Tank Esso Mix. Farewell in the Rain. Daar hadden we een Nederlandse tekst, Tank Esso Mix. En daar gingen ze posters hebben ze gemaakt van een raceauto met die jongens erop en een plaatje. En een plaatje, dan kreeg je een cadeau bij zoveel liter tanken of zo. Hebben die jongens een leuke deal aangehaald. Dus ik heb toen dat. En die vrouw van Jan Verstegen, een van de 4 mannen van, dat was de hoofdredactrice van de Duitse muziekparade. Zij was een Duitse vrouw en ik kende haar goed, Christine. En om mij te controleren op mijn uitspraak van de Duitse tekst, hebben we dat met haar samen gedaan. En wat gebeurt? Niet lang daarna belt Koelewijn mee op. Hé, Veen, luister. Ja, Peer, wat gaan we doen? Hij zei, we staan in de top 10 in Hamburg. We moeten naar de Duitse televisie. Ik zei, Peer, dat gaan we helemaal niet doen, joh. Ik ga dat niet in Duits, een praatplaat. Uiteindelijk hebben we dat ook maar niet gedaan, maar dat ging een beetje te ver. Maar ja, er zijn nog wel een paar platen waar ik iets mee te maken heb gehad. Ja. Noem eens wat op, wat hits. Ja, daar zit ik diep over na te denken. Even naar mijn souffleur kijken, want hij stuurt meestal wel een geluidsstukje. Dan heeft hij weer een of andere plaat, La Lontananza was er een van. En ik heb er nog een met die Marty, die trompetist. En, nooit met een gedicht in de hitparade gestaan? Had ook gekund, hè? Nee, maar ik heb wel LP's gemaakt met een gedichten-LP erbij. Oh ja. En het mooiste wat ik zelf vind, wat ik ooit heb gedaan, is The War of the World. Ja, Nederlandse versie. Die voor een fantastisch. Die is ook uitgezonden. Veronica uitgezonden. Ja. Daar zijn nog veel mensen naar op zoek. Is dat nog? Ik heb hem. Ik zie hem, hij ligt daar. Er is er maar één van. Wij mochten er niks mee. Het enige wat we mochten van Jeff Wayne was de geluidsband gebruiken, de originele orkestband. Ja. Die wilden we uitbrengen. Vond hij die goed? Ja. En dat is natuurlijk doodzonde, maar dat is een fantastisch verhaal. Ken je hem? Heb je gehoord? Ja. Ah joh, dat is collectors item. Ja, ik vind het nog geweldig. Ik zal eens een oud bouwman vragen. Die heeft het toen gemaakt. Voor Veronica is dat gemaakt. De Nederlandse versie van The War of the Worlds. Ja, opgenomen in Soundpush Studio met Patricia Pai. Met Willem Duin van Mauser McNeil. Met Peter Koelewijn, ook als stem. En nog één, geloof ik. Ik heb een tijdje geleden vond ik, omdat je hier een beetje aan het schriften bent en alles wat je zo ongeveer moet weggooien. En toen kwam ik ook weer foto's tegen uit een krant dat we met elkaar in een studio die tekst aan het doornemen waren. Maar het klinkt nog steeds waanzinnig. Ja. Waanzinnige plaat. Prachtig. Ja. Even terug naar de jaren 2003. Het hield op bij Sky. Ja. Maar je bent daarna nog bij een andere commerciële partij aan de slag gegaan. Hè? Want jij kende Carlo de Boer inmiddels ook. Ja, 2003 was het einde bij Sky. Toen ben ik me weer intensief met allerlei andere dingen bezig gaan houden. Met name textiel. Want dat zijn we altijd blijven doen. Ja. Alleen niet meer met een pakhuis vol met voorraad. Want voor je het weet, We hadden een gebouw, dat heb ik zelf nog ontwikkeld en gebouwd, naast Mercedes aan de snelweg bij Nijkerk. Dat was 50 bij 60 meter en 7 meter hoog, 21.000 kuub met van die vorkheftrucs tot aan het plafond en dan pallet 22 naar stelling, huppelepup. En als ik het nou helemaal niet meer wist,
dan ging ik naar dat grote bulkmagazijn en dan ging ik op de voorkeftruc eens even een uurtje wat anders doen. Vond ik geweldig om mee bezig te zijn. Maar dat is toen opgehouden te bestaan. Zou ook niet meer kunnen. Daar zit, zit te weinig marge in die handen. Je bent of een bekend merk en je hebt Burlington sokken die je voor 14,95 kan verkopen. Of je bent de Action en dan moet je blij zijn als je 1 euro krijgt. Ja. Nou, dat kan alleen maar als je heel groot bent en je volume kan kopen in bijvoorbeeld China. Maar dan moet je A, grote kwantiteiten aankunnen en B, dat kost heel veel financiering aan voorraad. En als vandaag groen de mode is en overmorgen zeggen ze groen kost poen en ruiten kosten duiten, nou dan ben je aan de beurt. Want dan krijg je voor je voorraad nog een kwart van wat je ervoor betaald hebt. Dus toen zijn we alleen nog grote afnemers gaan doen. Dus Aldi is bijvoorbeeld altijd jarenlang een grote klant geweest. Kan nou niet meer, want die zijn Europees zo groot geworden dat ze gemeenschappelijk een lijn qua inkoop volgen. Ja. Kruidvat is heel lang een belangrijke klant geweest, zoals Albert Heijn en nou, dat soort mensen. Toch grappig dat veel mensen dus niet wisten dat ze met jouw sokken aan naar jou op de radio hadden. Ja, mooi hè. dat is toch... En toen hebben we nog een Candlelight Panty-lijn heb ik nog gehad. Die werd verkocht in alle toonaangevende beenmodewinkels, Jean Bel, mooie benen, dat was een keten in Nederland, daar lagen we in elke winkel. Maar daar was ook weer het probleem, dat was modische producten. Dus niet gewoon een panty, maar een panty met achterop een ritsluiting gedrukt. Dat soort aparte grappen. Ja. Nooit in een lingerie gezeten? Ongetwijfeld. Nee, geloof het niet. Niet echt. Oké. Okay. Nee, niet echt. Nee. Maar het probleem was dat als je die extreme candlelight panties in een zwarte en een rode verpakking, prachtig, prachtig mooi, prachtig mooi. Maar als het modeaspect voorbij was, dan kon je de restanten niet meer kwijt. En jouw klant wilde best kopen met recht van retour. Dus dan wilde die de 100, en als je de 100 per winkeltje kon leveren, was dat best goed. Maar als je er aan het einde van de rit 37 terugkreeg, was je de pineut. Dus dat was moeilijk vak. Ja. Gewoon een moeilijk vak. Dus ik heb dat weer wat intensiever gedaan. Tot ik pratende was met Herbert Visser en met Ron Sternburg. Bekend? Ja, voor 100% NL. Ja, en Ron belde mij. En die had een plan. En daar wilde die Daphne Huppelepup, de vrouw van Dekkers. Daphne Dekkers en Tanja Yes. Ja. En Myrna Goosen. Ja, ja. Het werd een lifestyle zender, hè? Ja, en ik. Ja. En toen zijn we begonnen daar 2008, denk ik. Of nog eerder. Nee, ik denk nog eerder. Ik weet niet meer precies. Alleen gedichten of ook een ander programma? Nee, ik deed alleen Candlelight. Ja. Toen had ik auto belde Carlo mee. Zullen we eens een visje eten? En dat is een jaarlijkse afspraak geworden. Maar Carlo eet geen vis. Ja, maar hij is geen vis. Nee, zijn apart. Ja. Dus dan gingen we visje eten. En de eerste keer dat we afspraken, was ook weer heel apart. Dat was bij Smit Bokkum. Een restaurant, als je Volendam binnenkomt, dan heb je zo'n vakantiedorp in de jachthaven. En daar ligt een beroemd restaurant met daarboven het Kets, het Volendam Museum. Dat is van een gozer, die heet Jan Smit. Hij heet dus allemaal daar Jan Smit. En die runt ook dat museum. En ik kende die Jan Smit weer bij toeval. Want dat is weer een vriendje van Michael van Praag, de baas van de KNVB. Nou, zo zit zo'n heel clubje in elkaar. En ik zit daar met Carlo, ons visje eten. Ik visje eten, hij weet ik veel. En toen zeg ik tegen Carlo, god, is dat niks voor jou, 100% NL. Volgens mij, want daar zat zo'n gozer uit Oostenrijk. Hollandse knaap, woonde in Wenen, was een vriendje van de Christo. De toenmalige financier eigenaar. Maar die deed de meest vreemde dingen. Dus dat ging niet goed. Maar wat ik niet wist toen ik die suggestie aan Carlo deed, en wat Carlo mij niet meldde, was dat hij al ruim in gesprek was met Christo en Herbert Visser. Om van Sky Radio naar 100%. Hij was al weg met Sky. Hij was al weg. Oké. Dus toen
is uiteindelijk is Carlo ook naar 100% gegaan. Nou, daar heb ik het volgehouden bijna 10 jaar, ja. Uiteindelijk. Tot ik midden vorig jaar gesprek had met Carlo en met de nieuwe programmaleider, hoe heet onze vriend? Ronald Sebuk. En die mij vertelde dat ze het contract niet zouden verlengen. En dat ook van, hoe heet het meisje, wat Marion Keller, die deed het ochtendprogramma, gelijktijdig. En ja, dat vond je het erg? Nou, ten dele vond ik het niet aardig. Ik had graag de 10 jaar dan vol willen maken. En dat scheelde een half jaar. Hmm. Dus ik heb ook gezegd, vrienden, luister. Ik begrijp als jullie daarmee willen stoppen, omdat je programmatisch wat anders wilt. Of misschien wel om financiële redenen. Daar kan ik niet in kijken. Hmm. Maar ik denk dat dat misschien wel een rol speelt in het verhaal. De cijfers waren nog goed, de luistercijfers. Voor zover mij bekend wel, maar daar kreeg je weinig inzicht of overleg hoe. Dat deed weer met onze vriend Vincent van Ruiven. Die komt ook weer bij Sky vandaan. Dus ik vond het jammer dat het ophield. Maar ik begrijp heel goed dat er een moment van komen en een moment van gaan is. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Maar, heb ik toen ook gezegd, ik respecteer. Ik ben het er niet mee eens, maar ik respecteer dat jullie beleid. Ik bedoel, ik ben geen programmadirecteur. Ik zit ook niet met poen erin. Dus klaar, als jullie dat willen, het biedt. Ja, maar dan zou ik graag dat half jaar 2018 eraan willen plakken. Maar dan heb ik een argument. Dan kan ik roepen, jongens, het is mooi geweest. 10 jaar, ja. Candlelight op 100% NL. Finito. Daar heb je 10 personeelsleden in. Maar ja, niemand durft dat natuurlijk voluit te vermelden. Maar die helemaal niet blij waren, die het ook niet begrepen. Maar oké, dat hield toen op. Dus dat is nu 3 maanden geleden. Dus je hebt het wel nog dat half jaar. Nee, ik heb het gedaan tot en met 31 december. Ja. En als het 10 jaar zou zijn geworden, had ik het tot en met juni moeten doen. Ja, ja. Dus dit nu lopen de eerste half jaar. Ja. Dus dat hield op. En ik heb altijd als uitzondering, ook in het contract, het online gebeuren van Candlelight Radio met non-stop lekkere muziek, een beetje Sky-achtig. Maar dan meer op de oudere groep, waar Sky duidelijk in zijn programmering ook wat richting 1935 probeert te programmeren. Ja. Maar ja, dat heeft natuurlijk met de druk van media inkoop en dat soort zaken te maken. Dus dat is altijd een uitzondering en dat doe ik nog steeds. Dus ik ben elke dag van een half uurtje of een dag niet, of weet ik veel, met nieuwe muziek en oudjes die me gaan storen en die ik er dan weer uitdonderen. Dus ik draai met een bestand van 1000 nummers. Draai ik Candlelight Radio, waarbij we gedichten, het uur Candlelight gedichten doen van maandag tot en met vrijdagavond, 5 uur per week. En dat, van 10 tot 11. En dat nemen we op elke week. Ja. En voor dat uur Candlelight heb ik een aparte map. Met muziek die alleen in dat uur wordt gedraaid. Dat is meer soft dan over het algemeen. En overdag, ja, van de White Zee de Peel tot de 19 White Satin. Maar ook de Ellie Goulding en Sam Smith en Ed Sheeran en Perfect en noem het allemaal maar op. In een bepaalde mix, waarbij we zeggen we kennen Candlelight Classics. Dat vinden we typisch bij Candlelight passende nummers. Dan hebben we MAP in de programmering, het liedje uit de jaren 60 tot en met 79. Een MAP de jaren 80, een jaren 90 en dan 2000 en tot de dag van vandaag. En dat wordt per uur een MAP geprogrammeerd in een bepaalde volgorde van 16 nummers die je in een uur ongeveer gemiddeld kwijt kunt. En kan je daarvan leven, van Candlelight Radio? Nee. Nee, is hobby? Nee, online. De ene maand is het leuk en de andere maand moet je meenemen. Het grote probleem is als je, dat is het nadeel van online, als je succesvol bent,
wordt het duurder allemaal. Hè? Ja, ja. De stream kost geld. Ja. En wij scoren boven de 100.000 luisteraars per maand. Wow. Uniek, hè? Ja, dat is veel. Dat is veel. Je zegt steeds wij, met wie bedoel je met Met Ruud. Ja, Ruud en ik zijn... Nee, Ruud ja. Westbroek, mijn techniek. Ja. Ja. En je wijst naar beneden, het is hier in de kelder. Ja, hè? Maar Ruud is er... Wat dat betreft, Ruud komt één dag in de week, doet zijn verplichte dingen ja. En klaar. Ja. Ruud doet wat ik misschien wel zou kunnen leren, maar wat niet mijn hobby is. Dus Ruud schuift en plant en een liedje erin, een liedje eruit, een YouTube downloadje en dan met de teksten. Want dan zijn er weer luisteraars die zeggen, kan je niet die versie dat we mee kunnen zingen... Nou ja, en dan gedichtenpost die je krijgt, de mensen die je een antwoord geeft op wat ze je sturen. Krijg je nog veel gedichten? Ja, voldoende om te kunnen bestaan. Via de mail natuurlijk? Alleen maar via de mail. Alleen maar via de mail. Ja. Ik kan me herinneren dat het vroeger bij de AVRO, daar had je bij de portier ome Jan, de Schravenlandse weg, Blue Circle, geloof ik nu ook niet meer, maar toen. En daar had je zo'n kast met allemaal laden. En dadelijk 2 of 3 laden. En Willem Duis 1. Dus daar hadden we het altijd over. 1 Duis, je moet je best beter doen. Ja. Dan kwamen we pakken. Er kwamen gewoon 100 gedichten per week. Ik heb ook wel eens een live candlelight gedaan. In het restaurant van het AVRO-gebouw. Nou, daar begrepen ze bij de AVRO helemaal niks van. Maar ze vonden wel goed dat ik het deed. Dan had ik allerlei arme mensen die via gedichten dat kenbaar maakten. Ja. Uitgenodigd voor een diner in het restaurant van de AVRO. En een live uitzending van candlelight. Zoals ik ook. 8 televisieuitzendingen heb gemaakt, Candlelight, met Henny Budi, zaliger. Alleen ja, dat scoorde hartstikke goed. Dat was alleen geen budget. Ja. En, ben je daar ooit voor onderscheiden? Want je hebt toch veel betekend voor de Nederlandse talen. Ik heb het lintje van Hare Majesteit de Koningin in de Orde van Oranje Nassau, ja. Aangevraagd door luisteraars, dat vond ik het aardig. Ja, dat is een prachtig eerbetoon, ja. Dat is, dat is toch leuk. Het enige... Ja, dat is misschien kinderachtig, maar dan zie ik weer zo'n foto van door zij de majesteit de koning uitgenodigde radio en televisie. En die worden uitgenodigd voor lunch op Paleis Noordeinde. Ja? En jij niet? Ben er nog nooit geweest. Nou, en dan zie je Tineke de Nooi daar zitten. En dan denk ik, godverdomme, wat is dit voor een lunch? Maar ja, dat zijn ook weer dingen. Ja, het is geloof ik volgende maand weer. Maar ik ga me daar verder niet druk voor maken. Ik vind, je mag blij zijn. Ik vind alle disjockeys die klagen en die zich misdeeld voelen. Ik kan niet een concreet voorbeeld geven, maar soms denk ik, hart, godverdomme, je bek. Je wordt veel te dik betaald voor het simpele, leuke werk wat je doet. Ja. Wees blij dat je het mag doen. En ik vind dat je er wel voor betaald moet worden. Maar er zijn mannen tegenwoordig, dan lees ik dat Giel, die krijgt bijna 6 ton of zo. Dan denk ik, voor wat? Is 3 niet genoeg? Ja. Bijvoorbeeld, ik moet me er niet mee bemoeien, maar ik vind dat wel eens een beetje te ver gaan. En luister je nog veel radio? Ja. Wat heb je wel eens aanstaan? Nou, in de auto ben ik BNR een Radio 1 en een BNR luisteraar. Ja. Dat vind ik eigenlijk. En ik heb via Bluetooth, we hebben Candlelight in de auto wel eens aan. Nou, dat soort dingen. Willem, die spreek je nog dagelijks? Vaak, vandaag niet, maar vaak wel. Hij is in Portugal, volgens mij komt hij terug vandaag. Dus we zullen morgen wel weer wandelen. Want wij proberen 1 à 2 maal per week een wandeling in het bos hierachter te maken. Dat is goed voor de beweging en de gezonde lucht. Heb jij nooit in die platenmaatschappij van hem gezeten? Nee. Red Bullet was het, hè? Ja, Red Bullet bestaat 50 jaar, volgende week, 1 april. Doet hij daar nog veel voor? Ja. Ja? Daar moeten ze hem uitdragen. Ja, dat blijft hij maar mee. Nee, maar dat is een hobby. Dat is het enige wat hij echt leuk heeft. Willem is een werker. Ja. Willem is iemand. Willem, ja, maar Willem, zo zijn we opgevoed. Ja. Willem vindt dat leuk, werken. Ja. En kijk, hij is natuurlijk een stuk ouder dan ik. En ik kan me best voorstellen dat er een moment komt dat je alleen dat deel van het werk nog wil doen wat je echt leuk vindt. En de rest, dat ontstaat. Je bemoeit je met iets en dan denk je, maar dan moet je ouder zeggen, daar moet ik allemaal vanaf. Mijn muziek, dat is mijn leven. Ja. En dat is ook zijn leven. En wat moet er nu met Radio 3 gebeuren? Je zult ongetwijfeld gevolgd hebben dat helemaal in de... Ja, dat is helemaal gebeurd. Wat kunnen ze daar nog aan doen? Ja,
ik denk dat je betere disjockeys moet nemen misschien. Ik denk dat een belangrijk punt is. En ik, ja, ze gokken. Ik zie die sportjes wel eens op televisie met zo'n pang. En dan krijgen we allemaal confetti hierheen. En denk, ja, het is een kinderspeeltuin. Maar ik ben niet gerechtigd om daar... Dan moet ik zeggen, jongens, ik ga een maand eens luisteren. En een mening voor me. En ik luister veel te weinig. Veel te weinig. Het succes van Radio 2, vind je dat te verklaren? Ja, nou, dat spreekt dus een grotere massa aan. En daar zitten een aantal prima presentatoren. Daar hebben ze een leuk clubje bij elkaar gebracht. En leuke publiciteit genereren ze. Ze schuiven ze aan bij talkshow hier en een programmaatje daar. Ja. Ik ben even mijn notities erbij aan het pakken. Ja. Je hebt ook een kerstplaat opgenomen. Geef je mijn woord. Oh ja. Ik geef je mijn woord. Ik geef je mijn woord. Ja, is dat zo? Zou ik 1976. Ik geef je mijn woord. Nou. Is daar nog iets leuks over te vertellen? Nee, maar ik kan me niet eens herinneren. Normaal zou ik dan wel een stuk van de tekst weten op te drammen. We doen even de versnelde ronde. Je hebt ook een dating site gehad. Ja, Candlelight Dating. Hoe liep dat? Ja, dat liep minder dan dat we gedacht hadden. Ik werd benaderd door een knaap, Nick van Landschot, uit het beroemde familiegeslacht van bankiers. En die meldde zich bij mij in 2008 of zo, een jaar of 10 geleden. En die zei, joh, luister, als jij nou het publicitaire deel een beetje doet en de merknaam, want de merknaam is gedeponeerd, en dan gaan we Candlelight Dating beginnen, en hup. Ik heb een pand en dan zetten we 1-2 dames er neer. En we hebben een nest met programmeurs in, ik geloof, Peru. Daar zitten heel veel Hollandse jongens die daar met hulp van al die lokale, slimme kleine jongetjes, voor een paar kwartjes programmering maken. Want je moet natuurlijk wel zorgen dat als een meneer een blonde mevrouw van tussen de 20 en de 25 zoekt, dat hij niet een automatisch antwoord van een negerin van 88 krijgt. Dat moet allemaal wel kloppen. Ja. Dus dat zijn we begonnen. Toen heb ik nog gebeld met Matthijs van Nieuwkerk. Toen begon net De Wereld Draait Door. Daar hebben we het ook nog voor elkaar gekregen. Dus ik als gast, dat is natuurlijk pure commerciële business, mocht komen vertellen dat wij Candlelight Dating waren begonnen. Toen zat daar Candy Dulfer nog aan tafel als sidekick van Matthijs. Mm-hmm. En toen had ik door een vriendje even snel, die heel goed op verzoek teksten, gedichten kan maken voor Candy. Je bent zo zoet als hulpen. En dat was op Valentijnsdag, dus lopende het interview, weet ik nog wel. Toen zat die Dulfer daar bij mij aan die tafel. En ik vroeg wat zij nou voor haar Valentijn had gekregen. Helemaal niks. Maar, ik heb wat voor jou. Ja, oh, prachtig. En ik had het gedicht. Ja. Candy. Ja. Fantastisch. Ja, ja. Dus wij dachten, dat gaat het worden. Die compagnon van mij, die Nick, die dacht dat hij heel rijk zou worden in een week Candlelight Dating. Mm. En toen ging hij ineens allerlei andere dingen bedenken. Toen zijn we nog geweest bij in Aalsmeer, in dat palace van Joop van den Ende. Showbiz City. Ja. En daar gingen we met Xander de Cuisinier, zouden we daar romantische avonden gaan doen. Ik denk, jongens, dinnershows. We dwalen af. We dwalen af van wat de bedoeling was. Dus ik heb tegen Nick gezegd, goede vriend, ik weet niet wat jullie van plan zijn. Hij had er veel geld in gestopt. Ja. En dan had hij ook weer een paar vriendjes die percenten over hadden in ergens het Gooise wereldje. En die had hij allemaal weer omgeluld. Die jongens hebben er allemaal poen in gestopt. Ik denk, daar moeten we niet mee doorgaan. Ja. Want dat wordt niks. Achteraf hadden we misschien wel door moeten gaan, maar het op een laag pitje. En ik heb het nog, ik heb die naam nog. Maar ja, weet je, ook daar is er natuurlijk een moment van komen en een moment van gaan. Ja. En om daarna weer morgen. Ik heb ook een blad gehad, Candlelight Magazine, samen met Audax. Hoe liep dat? Ja, dat liep niet onaardig, maar we waren het niet eens over de vormgeving. En ik was ook gedwongen tot Audax, meneer Van Leeuwen, de eigenaar van dat hele gebeuren met Mijn Geheim en De Weekend en weet ik van wat voor bladen allemaal niet meer. Ik was
eigenaar van de Merriam Candlelight in een aantal warenklassen. Maar de warenklasse van tijdschriften, en ik geloof uit mijn hoofd warenklasse 16, was al sinds jaar en dag van Audax. Dat wil zeggen, een vestiging van Audax in Luxemburg. En die had al 30 jaar geleden die merknaam geclaimd. Dus die hadden de lucht ervan gekregen dat ik van plan was wat met een blad te doen. En toen kreeg ik de volgende dag een aangetekende brief van de juridische afdeling van de Audax dat dat niet ging. Ik denk, nou, maar wat we misschien wel kunnen, is gewoon eens een keer met elkaar praten. Je kan ook vriendjes worden in plaats van vijanden. En ja. Wij hebben alle twee niks. Dus toen ben ik eens naar Gilsen gegaan, aan de snelweg, waar bij Tilburg, daar zit het concern. Hartstikke leuk gesprek gehad. En uiteindelijk hebben we besloten gemeenschappelijk een blad te gaan maken. Alleen, zij wilden dat in de vorm van een mijn geheim met allerlei verhalen en zo. En ik wilde er een soort glamour magazine van maken. Deels. Daar zijn we niet uitgekomen. En toen moest er geïnvesteerd. Ik denk, ja, het is jammer, we hebben het weer geprobeerd. Het is hartstikke leuk, maar niet verder mee gaan. Ja. Dus... ja, we hebben met de merknaam best een aantal dingen gedaan. Ja. Televisieprogramma, radioprogramma, Bentilijn, een blad, een weet ik van wat allemaal niet meer. En nu dus een online radiostation? Ja. Nooit gedacht van ik stop er wat geld in, ik koop een etenfrequentie, iets dat oude pakket van Fresh FM of zo? Of is dat een slechte investering? Ja, dat ligt aan hoeveel geld dat je erin moet stoppen. Ja. Nooit in verdiept. Het hoeft van jou niet op FM. Ja, tuurlijk. Wel. Maar dan zoek ik een partner die dat wil. Ja. Ga je niet met eigen geld in? Nee. Ik merk natuurlijk best dat er bij mij wat dat betreft tekortkomingen in kunde zijn. Je moet de nieuwe media veel meer gebruiken. Maar ja, ik zet af en toe een bannetje op Facebook en vertel dat we de mooiste muziek van de wereld draaien. En ik heb dan de tekst van een gedichtje wat je met een klik kan luisteren. Maar je zou er veel meer mee moeten doen. Ja. Maar daar moet je wel iemand bij je hebben die daar verstand van zaken heeft. En bereid is om daar 3-4 keer in de week mee bezig te zijn. Nou, misschien is er iemand zitten kijken die zich daartoe geroepen voelt. Ja, of een bedrijf. Ja. Ik bedoel, ik heb best een lijstje van bedrijven. Maar ja, weet je, men vindt. Online is nog toch wat dat betreft een... Mensen denken, ja, dan moet ik mijn laptop hier, dan moet ik daar naar de radio gaan zitten luisteren. Ze vinden op maandbasis een 100.000 uniek. Ja, nou, niet zo interessant. Maar die denken gelijk in boulevard reclame en dat soort. Ja. Ja, dat zijn wij natuurlijk niet. In verhouding zijn ook de kosten aanverwant. Kijk, als jij morgen praat over een landelijke zender en je hebt 400.000 kijkers, CQ luisteraars, kost ook een andere prijs dan dat je de stream moet betalen. En wat is de toekomst van reclame bij internetradiozenders? Er zijn deskundigen die geloven daar 0,0 in. Ja, je zit er eentje, ja. Je goede vriend Rob. Ja, nou ja. Ja. Maar dan zeg ik aan de andere kant, we hoeven ook geen zakken met geld binnen te halen. Als we de kosten verdienen van de stream, maar je zou een stukje budget moeten hebben. En dan moet je kijken met wie dat samen gaat doen. Waardoor je een stukje marketing. Ik denk dat je best in staat zou moeten kunnen zijn om het aantal luisteraars te verdubbelen. Wat Candlelight Radio, ik heb elke dag wel mensen die ik tegenkom, die me een mail sturen, die je wat vragen. Welke frequentie is dat nou op de FM? Hoe kan ik jou in de radio of de auto ontvangen? Want, ja, die vinden de muziek die wij draaien lekkerste wat er is. Ja. Er zijn bedrijfjes die hebben de hele dag Candlelight op staan, maar dat zie ik ook wel aan de grafiek, aan de statistiek. Dat begint als de kantoren beginnen. Dan gaat die van de nachtstand en dan komt die langzaam en dan nog een beetje. Ja. Wel leuk dat je het precies kan monitoren wat er gebeurt. Dat doe ik ook. Ja. Ik zie het elke dag. Ik volg het ook elke dag. Ik ben blij als ik weer een bepaalde grens haal. Maar ik realiseer me ook dat de stream
hoe meer luisteraars, hoe meer geld. Dat is het nadeel van je hele gebeuren. Ja. Aan de andere kant, bij een FM-frequentie, maar dan betaal je het eigenlijk allemaal al van tevoren, of je het haalt of niet. Ja. Maar het zou natuurlijk heerlijk zijn als je een frequentie zou hebben, ja, dat je wat breder te ontvangen bent. Zou je het overwegen om je aan te sluiten bij een Talpa Radio of bij radio, andere keten die jou dan op DHB Plus als extra kanaal aanbiedt of zo? Nou ja, daar denken we en praten we ook wel eens over. Het is toch nog steeds een instituut. Ja. En er is dus markt voor en luisteraars in geïnteresseerd. 100% zeker. Ja. Heb je tot slot nog misschien mooi advies voor mensen die nu met radio bezig zijn? Maak die en die fout niet die ik gemaakt heb. Iets misschien. Nou, dan mogen we nog wel hebben. Hoeveel van die opname heb je? Kunnen we wel even. Nou ja, weet je. Je moet natuurlijk heel goed opletten. Met name met. En wat die jongelui dan allemaal tegenwoordig gaan beginnen. Is op het internet. Er zijn natuurlijk heel veel zendertjes die vanuit hun slaapkamer ook een beetje radio. Ja. En als je dat leuk vindt en het kost de wereld niet en je hoeft niet kapitalen af te dragen aan allerlei instanties omdat je muziek verspreidt en omdat je stream nodig hebt. Als je dat met je zakgeld kan blijven financieren, moet je dat vooral blijven doen. Maar je moet natuurlijk wel uitkijken als het gaat groeien, dat ook de kosten niet meegroeien en je gewoon geen ruimte geven om groter te worden. Maar blijf vooral dat soort dingen die je leuk vindt doen en draai lekkere muziek. Ja. Want er is al ellende genoeg in muziekland tegenwoordig. Ja? Nou ja, ga maar eens kijken hoe moeilijk bepaalde zenders die bij. Kijk naar een 100% NL, om naam te noemen. Die hebben het natuurlijk heel moeilijk, want die zijn gegeven hun voorwaarden van de vergunning verplicht om zoveel aan Nederlands product, niet ouder dan. Maar dan moet het er wel zijn. Ja. En ja, wij hoeven elkaar niet te vertellen en uit te leggen dat dat tegenwoordig, met name de laatste jaar, anderhalf jaar, moeizaam is. Ja. Er zijn niet meer hits elke periode van Guus Meeuwis en Marco Borsato en Nick en Simon en de drie J's en noem het hele spul maar op. Ja. En die heb je wel nodig, want anders kom je met je programmering in de knoop. Ja. Dus. Spreek jij nog veel spotjes in? Af en toe, ja. Af en toe. Ik heb natuurlijk één nadeel. Ik heb vroeger heel veel sportjes gedaan. Maar sportjes voor mij zijn aan het gevoel van candlelight gebonden. Ik ben candlelight. Dus dat je wordt alleen maar voor dat soort dingen gevraagd? Ja. Romantische dingen? Ja. Nooit eens een autocommercial of zo? Nee, ik ben Mediamarkt heb ik gedaan. Daar heb ik ook televisiecommercials voor gedaan met een kerstboom. En die hing vol met een strijkijzer en een laptopje en weet ik veel wat. En toen dat over was, die campagne, dat was een Sinterklaas kerstperiode. En toen belde de producent of ik de stem kon worden van de radiocommercials. En dat is heavy. Wat een boel, Mediamarkt. Hebben we natuurlijk vroeger gedaan met de Veronica Drive-In Show. Dat was nog gekker dan gek. En toch werkt dat op de een of andere manier niet bij mij. Er zijn een aantal dingen die ik doe, af en toe. Maar dat past dan ook wel bij de sfeer. Je zou er bijna Mantovani onder zetten. Ja. Want dat is de tekst ook wel een beetje. Heb jij je stem ook apart verzekerd? Nee. Nooit over gedaan? Nee. Dat kost premie. Ja, nee, weet ik. Maar dat is toch je wapen? Ja. Maar ook daar zeg ik dan, ik ben blij dat het nog klinkt zoals het klinkt. Het klinkt heel goed. Ja. Doe je daar iets voor? Rook jij, drink jij? Nee, ik rook niet, ik drink niet. Okay. Niet meer, hè. Ik heb natuurlijk te veel van het een en te veel van het ander. En ik heb bedacht dat ik in 2022 weer mag roken, mag drinken. Want dan zit ik weer op landelijk gemiddelde. Okay. Dus het moet nog een paar jaar even niet. Nee, ik ben blij dat ik daar mee gestopt ben. Ik ben gestopt in 2001. Is dat het jaar van de euro? Zoiets. Ja, op 29 maart om 11 uur Goede Vrijdag. Gestopt met roken? Gestopt met roken. Omdat een vriend van mij in een dorp, dat heet Domaso. En Domaso ligt aan het Lago di Como. Die woonde daar. Die rookte een zware check, een pak per dag. En die meldde mij dat hij van het roken af was. Ik zei, je lult, daar geloof ik helemaal niks van.
Zeg maar, als het waar is, ik zeg, hoe heb je dat gedaan? Ja, een chiropractiker die in zijn vrije tijd ook laser antirookbehandelingen gaf. Ik zeg, als je over 3 maanden, dat was met kerst dat hij me dat vertelde, als je met Pasen, 29 maart was dat, Goede Vrijdag, nog niet rookt, dan ga ik ook naar die man. Dan geloof ik erin. En zo gezegd, zo gedaan. Dus ik was in Italië. 29 maart heb ik 's ochtends, daar ligt hier ergens een foto, waarbij ik de laatste caballero, want dan kon je op de zijkant, caballero was daar op dat vloedje gedrukt. Toen heb ik mijn zoon een foto gemaakt. Die heb ik gedampt om 10 minuten voor 11, nadat ik een paar golfballen heb geprobeerd over een rivier te slaan. Ben bij die gozer in de auto gestapt, ben om 11 uur gaan zitten. Toen zei die desbetreffende meneer, ben je links of ben je rechtshandig? Ik zei, ben rechtshandig. Hij zei, dan moet je rechter oor hebben. Na 20 minuten zei hij, van harte gefeliciteerd. U bent toegetreden tot de club van verstandige mannen. Klaar. Nooit meer gerookt. Geen last van dat. Nooit meer gerookt. Niet meer gedacht aan een ziekte. Nee. Roken is denk ik voor een groot deel denken aan roken. Zoals als de bel ging, wij vroeger altijd van alles verzonnen om te zeggen, er wordt gebeld, wacht even. Nee, ik kon net, mijn arm was net niet lang genoeg om dat pakje te pakken. Mm. Dat is de verslaving aan roken. En een jaar daarna had ik een beetje hetzelfde gevoel dat we te gemakkelijk een wijntje dronken. In de Sky-periode, nou, we konden er allemaal wat van doen. En toen dacht ik, dit moeten we niet meer doen. Ook gestopt met drinken. Ja. Van de een op de andere dag. Ik stond weer in Italië onder de douche. Het was tegen de klok van 6:30. We gingen met een groep uit eten, maar we stonden eigenlijk al een beetje wazig uit het raampje achter naar de berg te kijken. Ik denk, nou moeten we nog uit. Dat gaat niet goed. Nee. Heb je ooit problemen met je gezondheid gehad? Nee. Je bent nu 2,73? 73. 73? Ja. Zou je nog geleefd hebben als je niet gestopt was met roken en drinken? Nou, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Maar ik denk dat ik een andere conditie zou zijn. Ja. En met name, het veel te gemakkelijk. Doe een flesje, jongens. Een wit wijntje, gezellig. Ja. Mis ik niet. En roken. En ik moet zeggen, Willem was een zware sigarenroker, verkotend altijd van die Cubanen, van die grote mannen. Ook niks meer. Nee. Heel af en toe, dat merk ik ook gelijk, want dan hoest hij de volgende dag als een gek, midden in het bos. Ik zeg, gerookt hè, stiekem. Ja. Nog even kort, je zoon, heeft hij ook zo'n goede stem en doet hij ook iets met radio? Nee. Nooit? Nee, mijn ene zoon, mijn oudste zoon, heeft wel een donker geluid in zijn stem. Hebben die nooit deze kant op gekregen? Nee, mijn zoon maakt schilderijen. Is kunstschilder. Is eigenlijk cameraman. Hij was een hele goede cameraman. En van de een op de andere dag is hij geswitcht en is hij gaan schilderen. Hij heeft ergens vorig jaar van Armin van Buren, heeft hij een of andere schilderij voor op het kantoor bij Van Buren gemaakt. En er is ergens een filmpje op YouTube. En dan zie je dat hij met dat schilderij daar binnenkomt. Dus die is een hele andere richting uitgegaan. En mijn jongste zoon woont in Milaan al vanaf 1995. En heeft aan de universiteit industriële vormgeving, Italiaans. Dus disegno van meubelen en van. Hij is doctorandus in de industriële vormgeving. Afgestudeerd aan de universiteit, aan de Politecnico in Milaan. En hij ontwerpt met name lampen. Dus de vormgeving van een plafondlamp en een staande lamp. En weet ik veel wat. Voor Dolce & Gabbana. En Kenzo had hij toen dingen voor gedaan. En hij heeft voor Martini iets ontworpen. Dat hangt in de Martini Bar in Shanghai. Heel apart, van 100 flessen op zijn kop. In die rode Martini. Nee, dat doet hij goed. Heb je nog meer kinderen? Nee. Nee. En niet jammer dat er geen successor is gekomen? Nee. Dat radiovirus niet is overgeslagen? Nee. Ze zijn blij met de dingen die ze doen. En je moet er maar afwachten in de huidige muziekwereld wat ons vak voor zover aan toekomst brengt. Hè. Zal ook niet zo makkelijk zijn. Nee. De huidige generatie, de jeugd, maakt zijn eigen radio. Ja?
Met vlogs en zo bedoel ik. Ja, met vlogs en met programmeer. Mijn kleindochter, die luistert niet naar de radio, die programmeert de liedjes op de telefoon zoals zij het wil horen. Ja, precies. En ik denk dat dat... Je ziet de radio uitsterven binnen nu. En... Nou ja, daar blijft natuurlijk altijd communicatie en er is altijd gesproken woord. Maar ik denk dat, dat is misschien ook wel zo'n onderdeel van het in elkaar donderen van Radio 3, hè? Dat die kids... Die hebben de radio niet meer nodig. Nee, die willen een liedje op YouTube opzoeken en zelf 3 keer achter elkaar luisteren. Ja, de generatie van nu, die ziet in de kelder wel eens LP's van mij staan. Die zeggen, wat zijn dat? Ja, logisch. Tja. Ja. Zo gaat dat. Oké, Jan. En, nou, allerlaatste vraag. Als ze je nu nog zouden vragen om, noem maar op, de Radio 1, 1 keer in de week iets te komen doen. Zou je dat doen? Ik zou niet weten waarom niet. Ja. Je bent nog fit, je hebt een goede stem. Het lijkt me heerlijk om te doen en misschien gaat dat ook wel gebeuren vanavond morgen. Of dat nou Radio 1 of een ander moet zijn, dat weet ik niet. Sky Radio zou het weer kunnen gaan uitzenden, bijvoorbeeld. Ja. Het is gek, in Amerika gaan radiomakers gewoon tot hun sterfbed door. Ja. In Nederland is het vaak, 70. Oh, 70. Nee, dat ja, ben je oude lul. Ja, ik roep ook altijd als vrouw ouder ben, dan zeg ik 63. En ik. Dan zijn het natuurlijk van die slimmerikken die gaan dan rekenen wanneer je begonnen bent. En die zeggen, dat bestaat niet. Maar er zijn er ook genoeg die zeggen, wel, prima. Moet je luisteren, als wij 100 meter moeten gaan hardlopen, gaan we 100 meter hardlopen hoor. Doe je gewoon mee? Ja, natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik tennis en ik fiets. En we hebben wat afgetennist erop en met de groep. Hoe kom je aan die goede genen? Zijn je ouders ook zo oud geworden? Nee, mijn vader is met 2, ik ben al veel ouder dan mijn vader. Ja? Maar mijn moeder is in de 90 geworden. Oké. Okay. Ja, heb jij zelf nog broers of zussen? Ja, ik ben de oudste van 6 kids. Ik heb 1 broer en 4 zussen. En die zijn allemaal actief. Mijn oudste zus is 72. Die is net weer een gloedje nieuwe winkel begonnen. Ja? Ja. Dat zit gewoon in het bloed. Ja, ja. Die doet exclusieve porseleinen en keramiek en uit Frankrijk. En heeft een hele mooie winkel. Waar ik niks durf aan te raken. Want een klein schoteltje. Ja. Van het merk Jean verkoopt zij dan voor €350. Ik zeg, voor het ene schoot. Ja, blijf af. Ja. Nou, daar blijf ik dan maar vanaf. Dus die is lekker bezig. Die gaat 's ochtends af en toe zitten om 7 uur al in de winkel. Ja, maar er komen zendingen binnen en ik moet dit en ik moet dat. Ja. Maar ja, mensen die er zien. Ja, jij bent geen 72. Jij bent veel jonger. Ja, is toch goed. Vindt leuk. Nou, we zijn van jou ook nog lang niet af. Dankjewel voor dit graag gedaan. Gesprek. Heb je genoeg? Ik denk dat we voldoende hebben. En tot weer op FM. Dankjewel, Jan. Dankjewel.